The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ik zit hier aan het voor de zon. Als het ergens over moet gaan, zijn de listen. Not the face! Rivers of Kung. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom to the AA, vandaag in het gezelschap van Royalty. Ik heb de grootste komiek in de geschiedenis van ons land naast mij zitten. Iemand die zijn eigen stripreeks al heeft lopen sinds 1983, auteur en uitvoerder van de hitsingles als Bakske vol Mestro, Hittentitte en Madame met een bontjas. Tot in 2008 waren beide films waarin hij de hoofdrol vertolkte de grootste kassuccessen in de Belgische filmgeschiedenis. Ik kan nog uren blijven verder gaan, maar het is de man, de mythe, de legende, Urbanus. Merci dat je hier bent. Dank je wel, niet iedereen Alex. Krijgt de inleiding dat zo lang duurt, maar de meesten hebben ook niet zoveel gedaan. Dus dat ja, dat is juist. Ik ben mijn nouder, ik ben al half moe van die inleiding, al hier al. Ja, we gaan ze niet pauzeren, want ik voel dat je het al moeilijk krijgt. Maar ja, ik ben heel blij dat je hier bent. Ja, ja, man. Jij bent momenteel aan het toeren, hè? Ah, wel, nu heb ik juist even congé. Okay. Ik had... ja, dat is nog altijd Jan Smeets van Pinkpop, dat mijn manager is, die regelt dat hier voor mij. Maar nu, in x aantal zalen, moet je dat samen doen met comedy shows of live comedy, omdat je niet overal zomaar binnen geraakt. Maar ik heb nu net een tour van 80 optredens achter de rug door Vlaanderen en er komen er vanaf september nog 40 bij. Okay. Daar zie je niks van in de gazet. Nee, nee, maar dat... ik zei, die Karen Dame die iets niet kan, die krijgt 2 pagina's. Allee, ik dacht, dat is een tof meisje, ik ken die, maar je ziet dat nergens horen daar iets van, dat ik zo aan het toeren ben. Nee, maar dat is typisch. Dat is, eigenlijk is dat... jij hebt dat zelfs al ooit eens tegen mij gezegd vroeger. Dat ze heel vaak als je aan het toeren bent, dan zit jij vol een bak bezig. Maar de media is niet vol een bak met u bezig. Allee. En dan krijg je dikwijls de vraag, nadat je die week 4 keer op podium hebt gestaan, en doe jij nog iets? Want dat is zo, hè. Van een dier noord de niks te weer. Maar het is omdat je niks te doen, omdat je tijd hebt om al die spelletjes op televisie te zien. Maar als je vol een bak bezig zit. Maar het is ook zo, hè. Je mag een monsterhit hebben en dan gaat het te lang met een sudoku op het wc zitten. En als je het gedaan hebt, zit dan met je comeback bezig. Ja, dat gaat supersnel, hè, tegenwoordig. Ay, dat gevoel. Het gevoel dat het oneindig veel rapper gaat dan toen jij begon? Dat wat rapper gaat, eigenlijk? Oh, gewoon alles. Dat je veel langer kon doen mee. Ah, met een show, of met een single, of met een plaat, of iets dat je uitbrengt. Ja, ja. Well, nu heb ik een plaat uitgebracht. Radio 2 heeft dat nummer, dat liedje Annie zingt een liedje, die hebben dat wel gedraaid, omdat dat zo wel een beetje een tricky liedje was. Je wordt direct in een bepaalde hoek gekogeld. Ik had dat liedje gemaakt naar aanleiding van... die 300 ontvoerde meisjes in Nigeria door Boko Haram. Mm-hmm. En mijn dochterke was toen ook 13. Nu is ondertussen al 17 of 18. Maar ik heb mij gewoon een nummer gemaakt. Stel u voor dat er iemand komt zeggen, jij bent een meisje, jij mag niet, zeker niet studeren, jij mag je niet amuseren, jij mag niks. Mm-hmm. En ik heb dat gewoon naar hier gehaald, hè. Annie, Annietje, mijn dochter heet niet Annie, hè, maar gewoon dat een meisje die wil gaan dansen, die wil dingen, en telkens komt er zo'n verlichte geest zeggen, jij mag dat niet omdat je meisje bent. Uh-huh. Daar ging dat over, dat was alles. Maar Radio 2 heeft het gedraaid, maar op bijna alle andere zenders was het verboden. Ja. Ja, fuck it. Omdat ze te veel schrik hadden voor het onderwerp. Of omdat ik ben graag verboden. In mijn beginjaren, als ik zo met pastoors en zo aan het lachen was, maar de enige zalen waar dat je kon spelen in de jaren 70, dat was altijd katholieke kring, parochiezaal. Maar regelmatig gebeurde dat, hè, dat er, ik had met mijn gitaar aan een deur stond, dan komt die een organisator zo beschaamd. Ja, sorry, Urbanus, toen de pastoor door had, het was uitgelekt dat het met u was, mochten we niet meer in de zaal. Het is nu in een tent op dat patattenveld, maar daar kon 3 keer meer volk in en dat was 3 keer meer ambiance. Ja. Dat was altijd tof. En dat deed echt veel voor, gehad, of wat vroeger? Ja, dat was... Oh, jongens, nu in Vlaanderen zijn er ook fantastische cultureel centra en heel veel toffe schouwburgen. Mm.
Maar ja, dat was in de tijd van begin van de snaar, Jan de Wilde, Jeff van Uitsel. Ja. Moest jij overal in gemeentekes, in koterijen en in tenten gaan spelen. En de organisator, dat was altijd, ja, het was de kassa die belangrijk was. Het was altijd voor de fanfare of de biljaarclub, altijd zoiets. En je stond er altijd alleen voor. Mm. Ik heb zo een keer in een tent terechtgekomen, maar ik denk dat daar 2000 man bij in zat. Maar ik zei, moeten we wel een kleedkamer hebben? Jongen, we hebben een klein tentje achter de grote tent gezet. Was ik daar content mee, als ik mij maar kon voorbereiden. Maar dat was zo'n tentje voor twee personen. En daar was ik aan het stemmen en dan kon ik langs daar de grote tent binnen. Mm. Maar tijdens de pauze, al dat volk buiten, 300 man is tegen dat tentje komen pissen, waar dat ik in zat. Echt. En dan zitten daar in de plaat en je hoort die mannen, hey, godverdomme, Urbanus van Aars, grote manier, jong, respect, grote manier. Maar die wisten dan niet dat ik daarin zat. Je waren tegen uw kleren aan het pissen van dat dan buiten kan. Maar die wisten dan niet dat ik daarin zat. Ja. En als ik dan dat tweede deel, godverwisten, daar allemaal tegen dat tentje komen pissen, ik zat daarin. Ja. En dat was dan hilarisch, want ze wisten dat dat waar was. Ja. Dat is wel cool. En dat, want hoe zit jij eigenlijk, hè, we hebben het er al wel eens een paar keren over gehad, maar hoe zit jij officieel eigenlijk begonnen? Hoe zit jij er eigenlijk aan... Nou wel, ja, ik ben eraan begonnen eigenlijk, een beetje van frustratie. Ik was een heel bedeesde gast, heel bedeesd, dus ik heb echt moeten in een zwart gat springen om op het podium. Maar bon, dat begint dan in een hoekje met 40 man en zo komt er al meer volk. Maar ik wou mannetjes tekenen, ik wou met een boterham verdienen, met stripjes tekenen. Ik wist dat ik bomvol ideetjes had, dat was aan het borrelen. Want ik kon in het lager en een paar jaar van het middelbaar... kon ik heel goed volgen. Ik was altijd tweede, of af en toe een keer eerste, of execo eerste, dus ik kon wel volgen. Maar voordat dat de computer bestond, ik wou niet meer leren. Ik zeg, dat gaat plaats pakken in mijn kop. Ik ga geen plaats meer hebben in mijn kop. Dus, maar het besef van een harde schijf was er nog niet. Maar toch wou ik echt niet meer leren. Dat gaat plaats pakken. En... ja, ik wou mannetjes tegen, ik heb 6 jaar. En we hadden dan schrik dat dat in de plots ging pakken, dat je echt niks meer ging over hebben nadat je 20 wordt, of? Dat ging vol zitten, hè. Maar het was ook, het interesseerde mij ook niet echt. Als ik mij daarop focuste, dan kon ik wel een examen afleggen en zo, maar ik vertikte het. Maar ik ben dan gaan werken op mijn 15e en in mijn hoofd was het altijd aan het draaien, wat dat ik allemaal wil uitvinden. Ik zocht echt doelbewust werkjes à la Modern Times van Charlie Chaplin, zo aan de machine. Dan kon ik... Ik zeg, mijn lijf wil ik wel verkopen in ruil voor geld. Maar dan kun jij blijven nadenken. Maar ik heb dan ook 3 jaar in een drukkerij de layout gedaan. Ja, dan moet je natuurlijk je kopje bij, als je dat allemaal moest zitten uitmeten, die foto's. Dat was wel zwaar, maar dat was mijn laatste jaar. Ik heb 9 jaar gewerkt en dat was het laatste jaar en dan begon ik stilletjes aan op te trainen. Maar het straffen is, ik heb ook 3 jaar magazijnier geweest bij Philips Phonogram, wat nu Universal is, mijn platenfirma. Ik heb daar eerst, ik moest dus de platen uit de rekken halen. Je krijgt zo'n bestelbon van die platenwinkels en dan moest ik dat emballeren en klaarzetten. En dan later mijn eerste 2 platen heb ik in Brugge gemaakt bij een andere. Maar daarom was ik daar al opgelicht. Dan ben ik, en mijn 3e plaat heb ik dan, ondertussen was dat Phonogram geworden, of Philips, ik weet het niet meer. En dat wordt altijd maar opgekocht door een grotere. Hè. Ja. Maar dat was plezant dat je dat als magazijnier kon terugkomen als grote artiest. Dat is wel zo. Als ik dat had moeten doen, dan had ik eigenlijk mijn platen moeten laten uitbrengen door de macro. Want daar heb ik in het magazijn gestaan. Dus dat was ook wel... ik vind het wel grappig dat zo'n aantal van die dingen die dat jij zegt, dat herken ik wel heel erg. Dat ik zelf ook altijd een gevoel had van, als je zo'n hersenloze job doet, dan heb je de tijd voor na te denken. Dan moet je niet te hard bezig zijn met iets waar je toch niet in geïnteresseerd bent. Ja. Dat is dat, in afwachting. Maar zijn jij direct begonnen met grappen, of eerst als muzikant? Of? Bij mij was het mirakel gebeurd. Ik wou dus striptekenaar worden, maar in die tijd, het was avondschool, hè, en daar zaten daar nog jonge gasten. Er was één meisje die kon in Brussel de pulletjes van Kuifke blauw verven, die zat er tiefste bij. Maar...
toen de grote vijf die domineerden heel dat strip. Die hadden zo'n beetje het monopolie. Je had dus Mark Sleen, Willy van der Steen, Hergé, Jeff Nys met dingen en zo. Met Nero, paar. Ja. Maar die hadden allemaal 10 reeksen. Hè? En als je zei, ik heb een idee voor een reeks, dan riskeerden ze dat afpakten. Dan kon jij daar aan de band gaan werken. Maar als creatieve gast werd het toch wel een beetje gefnuikt, omdat alles zat al vol met strips. En ja, strips, dat was, stond op nummer 1 qua amusement voor kinderen. Hè. Ja. Suske en Wiske, dat verkocht er 600.000, geloof ik, per... Allee, ook met Holland bij. Hè. Ja. Maar ik zeg, ja, toen zat ik vast. Ik zeg, ik heb daar nu zo alles voor opgevoerd, nu meer geld dan dat school geweest. En toen brak de kleinkunst uit. ja, want muziek maken op een podium... Ik vind het tof dat je het vergelijkt met je ziekte. Dat is eigenlijk wel een klein beetje wat het is, maar het is goed dat je het zegt. Wel, maar op een podium gaan staan... Ja, ik was zo'n beschaamde... Ik zeg dat al mijn moeder... Zeg, ga een keer gaan dansen, jongste. Beat worden jij een homo. En wij dachten... Maar... Terwijl dat je nu gaat dansen, zeggen ze stop ermee. En dus worden een homo. Ja, ja. Sorry, dat was mijn geest. Ja, ik kon die even afzetten. Dus, maar wel ja, ik was zo bang om een blauwtje te lopen of ik durfde echt zo niemand van de meisjes bruskeren. Als er zo een bijna een soutien op mijn kop leidt, dan dacht ik, oei, die wil precies met mij dansen. Dus allee, ja, ik was geen NL. Als het kermis jij was... Jij ving niet zo goed signalen van vrouwen op. Nee, ik verstond die niet. En... ja. Is dat al gebeterd door in de jaren? Of nog altijd? Nog niet een echt. Moet er al dik op liggen. En, maar ja, toen ineens, ja, muziek maken, ja, dat gaat dan Wil Tura, maar je moest daarvoor een glitterkostuum en een orkest en Frank Sinatra, Elvis. Dat was een drempel, zo hoog als de boerentoren. En ineens, ja, door de opkomst van de folkmuziek, dat waaide naar hierover en dan... He, want die andere muziek, dat was I love you, yes, it's true, and the moon. En ineens ja, komt er een gast like Jan de Wilde, die zingt over een zieke hond of een slechte kasseibaan. En dat was dus recht in mijn biotoop. Ik zeg, dat is wat ik ga doen. Een liedjes maken over de nozelet, over de vuilbak, of over een dood vogelken. Ja, en dan... heb ik eerst in Dilbeek opgetraind, niet in de Westrand, maar in een jeugdclubje daaronder. Uh-huh. En ja, ik was heel zenuwachtig, want mijn leraar van Sint-Lucas had mij een installatie gemaakt, kon ik dat allemaal niet kopen, maar dat was echt het begin van de polyester. En hij zei, daar staat een knop, hè, om de, als dat te warm wordt, springt die eruit, dan moet je 10 minuten wachten. Begint van een keer op te treden. Ik had daar natuurlijk een dikke spannendraal op geplakt. Ik moest me spoeien, want mijn installatie begint hier scheef te trekken. Maar dat die optreden bracht er mij 2 op. Ik denk dat ik daarna... Er zat iemand van Diegem, dat is naast Zaventem, mocht ik daar. En ineens vermenigvuldigde dat ze. En, ja, op 1, 2, 3 stond ik op hetzelfde niveau als mijn idolen. Hè. Als, ja. En dat was wel plezant. Wie waren uw idolen eigenlijk? In die ja, vooral Jan de Wilde. Ja. Is dat de Jan van de Nieuwe Snaar? Of nee, dat is Jan de Smet. Jan de Smet, juist. Wie is Jan de Wilde nou? Amai. Ja, sorry. Die van Joke, Hans Pedraag had je haar. Ja, ja. Die mens. Ja, ook wel... Ik laat hier mijn leeftijd even zien, sorry. Ja, ja. Nee, dat was ook niet een Antwerpenaar. Wacht, ja, die heb ik zijn naam wel vergeten. Ja, dat is heel wel, die wilde. Ken ik wel, ja. Ah, ja, natuurlijk. Ja. En, maar ja. Ja, en ineens kwam ik ze met die man in contact. Dat was fantastisch. Hè. Zo, iemand die op een plaats staat en die komt die tegen in echt. Ja, dat was... Ja, dat is ongelooflijk toen, hè? Hoe ver dat van u afleek. Zelfs iemand dat in uw eigen land deed. Ja. Want bij u ook, de eerste keer dat ik u ontmoette, dat was voor mij ook zo. En ik had een gast bij mij in de klas. Ik kon hem even benoemen. Stefan Winkel. Als jij aan het luisteren zit, is allemaal uw schuld. Die had al uw platen en die kende al uw stuff van buiten. Amai. En dat was die gastje dat op de speelplaats uw moppen deed. Ja, en dat we allemaal moesten lachen van... En dan hadden we Urbanus Strip op de tv. Daar kende ik u van, die kleine, korte sketchjes. Wijlens en de man die de gaas doen. Ja, dat. Ja. Zo, al die klassiekers. Of dat Jezus het brood niet gebroken kreeg, omdat er zo'n breekijzer erin zit. Zo die dingen. En dat de apostelen waren dan een pak friet gaan halen, omdat dat te lang duurde. Ja.
En dat was echt in die tijd, voor mij was dat zo'n soort openbaring van, ik vond dat super grappig. En die neemt mij dan die platen ook allemaal laten zien en zo. En ik had nooit gedacht in die tijd dat ik u ooit in echt zou tegenkomen. Ja, ja. Dus het moment dat dat gebeurde, was dat voor mij ook zo'n soort... Shit, die zit hier naast mij, ik kan die aanraken. Dus dat blijft... zit ik naast een Alex. Ja, ja, dat is nogal... Die heeft me hier al 17 keer aangeraakt. Onder de tafel. Maar dus Jan de Wilden en die gasten... Ja, kwam de snaar en zo. Ja. Dat was voor mij het een en het ander. En dan heb ik zo Lamp, Lazarus en Chris. Ja, dat was dus Chris de Bruyne. Die had eerst nog een ander groepje. Ja. Die mannen zo van, wij zijn de Peulschillen. De Peulschillen, het zal ook van voor je tijd zijn. Maar ja, als ik toen iets maakte, dan werd ik gigantisch gesteund door de radio's en zo langs alle kant. Ik heb me dat soms afgerocht. Amai, die maak hier reclame voor bij de winkel. Maar... ja, zo'n momenten, alle vijf voet was dat ook staking op de VRT. En om de mensen te kloten, draaiden ze complete LP's in die stuk zonder te klappen. dat zouden ze nog een keer meer mogen doen. Oh man, dat is nu echt gedaan, hè, met radio. Dat is wel een beetje jammer. Dat is zo dat anarchistische daar wat dat is. Ja, dat is waar. Ja. En alles, alle nieuws is altijd te lang. Het is een dier in het donkere kamerken die mag knippen, die bepaalt hoe dat nieuws eruit ziet. Hè. Ja. Ik heb daar wel, alleen dat kan ik nu wel verhalen, een sketchje. Er was daar een oud vrouwke in het kanaal gevallen, hè, en ik spring daarachter, hè, ik trek aan de kant, zat er zo'n cameraploesje van de VRT. God, Urbanus, we zijn juist te laat, hè, we hebben het ook niet scherp, weet je wat, smijt ze nog een keer terug in, hè, en dan kunnen die zo spectaculair redden. En dat vrouwke, en dan mond op mond en reanimatie. Oké, we hebben genoeg van de avond in het 7 uur journaal. En ik dan s'avonds al mijn vrienden en mijn familie ben ingetrommeld. Hé, man, nu naar het nieuws kijken. Hè. Nu ben ik in de held van het land. Ja, het was te lang. Het enige dat in het nieuws zat, was het moment dat ik die jou in dat water gesmeed. Van de rest had Martin Tangen niks gezegd. Ja, zo kun je ook nieuws maken. Hè. Dat is wel goed gedaan. Ja. Dat is het coole aan uw humor, vind ik. Je kunt dat altijd op zo'n soort... op zo'n bijna... kinderlijk onnozele manier toch zo heel relevante dingen zeggen. Dat vind ik altijd heel tof. In de vorige show dat ben ik er nu uitgelaten, maar ja, nu vertel ik het weer publiek. Met al dat gedoe van die bootvluchtelingen en zo. Ik wil altijd toon ons alles. Die tip moet er niet voor mij zitten selecteren. Ik zal zelf wel. Ja. Ik vond dat opviel in het nieuws. Om mij te amuseren was ik dus ook ergens... naar een van die landen van waar al die bootvluchtelingen komen. Ik daar $3000 aan een mensensmokkelaar betaald. Allee, haast u. En ook mee in een rubberboot. Ik zit daar dan tussen. Hè. Tussen allemaal jonge gasten die zo mij allemaal raar in toog hebben. Zo. Zeg, wanneer vertrekt die een boot hier, godverdomme? Ja, we wachten nog op een vrouw en een kind. Anders weten die van het VRT-journaal nu dat ze die boot in beeld moeten pakken. dat is natuurlijk straf. Waarom hebben die eruit gelaten? Kregen er te veel zever voor? Of had het gevoel van, gaan ze te moeilijk over doen? Of? Ja, het is dat, maar het wordt alsmaar delicater. Hè, als je zo... Volgend jaar, maart, komt er een tekenfilm uit van een Urbanus-strip. Ja. Gaat echt tof zijn. Maar wij zijn al 4 jaar geleden met dat script begonnen, wat wij er allemaal al hebben moeten uitsmijten, wat dat nu niet meer mag. Hè. Ja. En hoe dat? Wat voor dingen hebben we er moeten... Maar ja, als daar dus Sinterklaas in komt of Zwarte Piet, nu hebben we dat veranderd, nu is dat Zwarte Jos. Dat mag dan. Als Sinterklaas nu de Chinees als knecht, dat mag nog. Die zijn nog altijd niet beschermd. Sinterklaas en Gele Piet. De Chinezen mogen nog altijd lachen. Hè. Tot nog toe. Ja, het zal ook niet zo heel lang niet meer duren. Totdat die dat hier over. Totdat die inderdaad, dan wordt er niet meer gelachen. Oh. Maar wel... Wel, ja, man. Ik kan me dat wel voorstellen, want ik voel dat ook, die veranderende tijden. Zo, hè. En het, bij mij, God, de nieuwe show is God, vooral heel veel over dat genderdebat en dat feminisme en die voornaamwoorden en dat cultuurrelativisme ook. Hè. Het feit dat als je een blanke, westerse, hetero man bent, dat je eigenlijk moet heel hard op je tellen passen. Ja, dat is waar. Dat voor andere culturen iets minder opgaat. Ja.
Dus ja, dat zijn zo van die dingen waar dat... en dan, want ik heb ooit... Je hebt mij dat ooit eens verteld dat jij dat ging doen. En je hebt het ook daadwerkelijk gedaan. Je hebt ook opgetreden voor de NVA eens een keer. Ja, ja, ja. En dat toen was omdat jij nog gezegd, not done was. Ja, voilà. Ja. Omdat jij toen tegen mij kwam zeggen... Ja, ik weet al wat dat die allemaal gaan zeggen, maar het is al puur voor die politiek correcte zeveres dat ik dat ga doen. En ik heb dat een paar keer... We hebben daar ook al over gebabbeld, dat ik de vraag kreeg van... Is Urbanus nog grappig nu dat hem rechts geworden is? Ja, hè? En dan denk ik, even uit mijn kram geschoten, omdat ik dat niet vond kloppen. Maar voelde dat vaak, dat je dat meer en meer, dat u dat verweten wordt, of dat tegen u gezegd wordt? Allee, ik ben niet zo'n held. De mensen denken dat ik van alles durf. Maar van in het begin heb ik altijd het gevoel gehad dat ik 10 keer te veel aanvragen voor optreden zat, dat ik er fysiek kon doen. Dus ik kon ik het varken uitdagen zoveel dat ik wou. Wacht, hier moet je mee komen. Ik sprong altijd een groter gat in de lucht als er iets geannuleerd werd, dan dat er iets bij kwam. En wel jammer, ik heb zo'n beetje die dingen toch aangehouden. In mijn beginperiode was ik altijd aan het lachen met de pastoor en de paus, maar het was uit wiens hand eten wij. Hè? En, ja. En toch, door de druk van de buik van het volk, ik ben grootgebracht vlak naast de kerk in het café van mijn onkel Maurice. Hè? En de pastoor, ja, dat was niet de maatstaf voor alle pastoors, maar ik dacht dat was de zatlap die ging de zieken bezoeken waar dat ze geus hadden. Het ging geen geus in huis en daar ging hem niet. En zaterdags, heel laat, was het biljaar in het café. Hè? Maar dat was een klein caféke. Hè? En al die vrouwen zaten daar rond in een cirkel te wachten totdat ze hun mannen gedaan had met speel. En die pastoor speelde mee, hè. En als hij nog een paar pinten op had, hij moest dan een stoot doen. Germain, doe je mond open, ik krijg mijn keu niet ver genoeg achteruit hier. Altijd zo'n insinuaties. Ja, en die zat in het café, het vrijdags of donderdags was het biecht. En dan moest hij daar 3 uur in die biechtstoel zitten, want dat café was echt op 10 meter van de kerk. Hè. Ja, als ik met durfde buiten komen, hey, Urbain, opletten. En dan moest ik op een dorpel van de kerk zitten, en als daar zo'n slons kwam biechten, moest ik die pastoor uit het café halen. Wie is het? Ja, meneer pastoor, er is iemand. Ja, wie is het? Line van Nos. Hoe? Die kalle is 80 jaar en die komt nog iedere week zeggen dat ze ongehoorzaam geweest is. Ze kan haar niet meer herzetten. Een biechtgeheim in dat café. Dus ik was constant aan het lachen met de pastoor en de kerk, omdat de mensen dat ook al deden, zelfs die pastoor. En, maar ja, toen ik dan begon op te treden in de West-Vlaanderen, of Limburg, besefte ik dat er nog niet zo geëvolueerd was als bij ons. Ja. Maar ja, dan had ik bakske vol bestreu gemaakt. In de West-Vlaanderen hebben echt een paar pastoors op de preekstoel gezegd, banane fatwa, hè, dat mogen we niet kopen. En de week daarna 100.000 singeltjes mee. Maar wat was de controverse ervan? Waarom waren ze er zo kwaad over? Wel, dat was het demystifieren van het heilige. Ik maakte daar gewoon mensen van, die moesten kakken en toestand. Ja. Jozef, die was zat en beginnen vechten. Maar religie heeft me altijd enorm geïnteresseerd. Dat kwam omdat mijn vader heel vroeg gestorven is op zijn 47e. Ik heb die daar half dood binnengetrokken en hij is dan gestorven. Maar dan wilde dat weten. Is die er nog of is die er niet meer? Dat is zo'n levensvraag. En toen ben ik als jonge gast bij die pastoor geweest. Meneer pastoor, ja, ik heb het moeilijk. Hè, mijn pa, is die er nog of is die er niet? Die gaf me dan wel een stamp in mijn gat. Hoe durfde jij daar aan twijfelen? Ja. Had die nu gezegd, ik kan u dat niet zwart op wit bewijzen, maar bla 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 bla. Ja. Dan had ik daar misschien iets aan gehad. En dat is voor mij, godverdomme, die denkt zeker omdat hij 500 knoppen aan zijn kleed heeft, dat hij dat beter weet. En ja, ik ben bijna altijd, dat is voor mij zo'n vraagteken of er na het leven nog iets is, wel of niet. Ja. En wat denkt u eigenlijk? Ik twijfel nog altijd. Als onze lieve Heer ons verstand gegeven heeft om te twijfelen, is dat een belediging voor hem als we dat niet gebruiken. Nee, maar ja. Dat is misschien de beste zin dat ik al heb gehoord in deze podcastreeks. Fantastisch. Ja, ik zou het graag. Ja. Ik ben daar altijd over bezig, gewoon omdat die vraag blijft. En ik ben eigenlijk direct, ik ga vaak in de aanval tegen die tegen mij zeggen dat ze er zeker van zijn. Ja, absoluut. Maar ik denk religie, dat het grootste deel daarvan, dat is gewoon bijna misdadige politiek om een volk in een richting te duwen.
als ik nu zorg, als ik pak dat ik president ben van een land en allemaal, zo, allemaal jonge gasten testosteronbommetjes in hun broek, jij mag niet aan een meisje komen. Ja. Ja, maar als ik u laat ontploffen daar, kinderen, dan oeh, ja. Krijg je 70 maagden. Oh, tof. Ja. En dat zijn dan nog niet eens maagden. Hè. Ik heb dat allemaal bestudeerd. Hè. Ja. Dat, ik heb het Oude Testament gelezen. Dat blijken dienstmaagden te zijn. Ja, maar dat kan een vrouw zijn of een ding, en die is daarom niet maagd. Maar ze veranderen constant, ze doen dat altijd, ze veranderen constant kleine detailjes aan die boeken, mm-hmm. nagelang de tijd. Ja, en de vertalingen ook zo gezegd. Het is altijd zo een andere vertaling, waardoor dat ze dan toch weer zo een paar dingen zo net aanpassen die er ervoor niet waren. Ja. Ja, ik heb een beetje hetzelfde. Ik heb dat, bij mij kwam dat door een godsdienstlerares, mevrouw Van Horik. Ik geloof, die is nu zeker dood, want ik denk dat die toen al 140 was. En dat was, die gaf zo van die donderpreken ook. Dat was echt zo een die heeft mij direct bang gemokt voor God en voor nog de helgon. En ja, maar dat kunnen ze gebruiken. Hè, ja. En dat was voor mij zo'n onaangename ervaring, dat ik al direct, ik voelde mij niet gesteund of zo door godsdienst. Voor mij was dat meer zoiets waar ik van dacht, en ik zag die van moraal aan de overkant, zedeleer, die waren nu nagen altijd maar aan het amuseren en toffe dingen hem doen, en wij zaten alleen maar te horen dat Jezus door ons gestorven was. Dus ik werd er ook niet echt gelukkiger van. En ik denk dat daar ik ben even hard gefascineerd door godsdienst, maar er zit ook zo'n soort afkeer in dat er nooit uitgegaan is. Ook omdat ik nooit... Dat moet niks wijs maken. Nee. Dat moet kloppen. Het zou fantastisch zijn. Hoe demotiverend is dat nu niet? Wij doen alle twee ons best om het maximum te halen uit ons talent. En dan, naast ons, lopen er heel veel gasten. Die abbeteren alle vrouwen, die zuipen zich elke dag zat, die doen niks. Op het einde van die leven hebben die nul punten. En jij en ik hebben ook nul punten. Als er geen hiernamaals is, waarvoor zitten we hier onze nesten af te draaien? Ja. Dus van de ene kant is het wel goed dat de mensen geloven. Want anders, er zijn al veel mensen. Ene zei mij, maar het is dankzij het geloof dat we hier elkaar niet allemaal de kop inslaan. Maar er zijn er al veel de kop ingeslagen voor het geloof ook. Ja, ja. Absoluut. Dat is toch iets waar ik het ook altijd heel moeilijk mee had. Zo, het idee dat er zo'n afwezigheid van moraliteit zou zijn als er geen godsdienst was. Ja, dat is de stok achter de deur. De politie kan niet alles zien, het leger ook niet. Ja. Maar ik kwam op televisie, van Gils en Gasten ben ik, die Gentse imam tegengekomen. Zo'n een jonge P die opkomt tegen... de jonge gasten te deradicaliseren. Ja, ik heb daar zo een half uur zitten met babbelen. Echt, ik vond dat tof dat je daar kon mee zwanzen en zo. Zeg, de Ark van Noé, dat staat bij jullie. Ja, dat staat er ook in. Hè. En van ieder dier twee, ja, dat is perfect. Maar je weet toch dat er op elke olie van elke buffel 100.000 vlooien en teken zitten. Denk je dat daarvan ook maar een koppeltje? Wie heeft dat in de gaten gehouden? Je kon daarmee lachen. Ja, ik heb nu een hele sketch dat ik zo naar het paradijs wil gaan, wat ik daar allemaal moet voor doen en zo. Hè. Ja. Dat lijkt, paradijs, dat lijkt zo een beetje hetzelfde als bij ons, de Nemel. Bij ons staat Sint-Pieter aan een gouden poort met zijn boek en daar staat alles in. Zeg maar, de moslims die zijn ons voor, hè. Dat is ook een grote poort. En daar staat er ook een heilige, Sint Kalashnikov. En die heeft geen boek, maar je moet direct voorbij de scanner passeren. Hè. En dan, heel jong, dat frulleke lag nog aan je lulleke, dat moet daar af. Ja. Ja, daar staat een defrulbilator. En je moet daar je piemel in steken, tjoep, en dan valt dat velke in een bakje, dan moet je binnen. En als dat bakje vol is, kieperen ze dat beneden. En dat bedrijf dat die frikandel XXL van de Romeo's maakt, die verwerken dat. Zo, maar je hebt zo het voordeel in een theater mogen gaan, want de mensen die er zitten, als er dus migranten of moslims zitten,
feit dat die daar zit, dat is teken dat die daar voor open staan. Ja, dat is waar. Die echte, die er absoluut niet tegen kunnen, ja, die kopen nog geen ticket. Het gevaar is altijd als je met zoiets op tv of op de radio komt. Of ja, zo, ja, dat is waar. Of op een podcast. Of ja. Een podcast. Ja, ja, als je dat, nu je dat eigenlijk een beetje verkloot, die deze te komen vertellen. Maar dat is inderdaad waar. Als ik reacties krijg over dingen dat ik zeg, over islam dan of dat soort dingen, dan is dat altijd nadat dat op tv geweest is. Ja, of zo. Ja. Want je merkt dat in de zalen, heb ik er ook, hè, echt mensen met hoofddoeken en gasten. Ja, mee. Maar die komen zien, die komen gewoon achteraf zeggen, toen ze er weer met ons gelachen, maar die vinden dat cool, want die weten al waarom dat ze komen. Ja. Dus op zich is dat wel tof. Ik had dat ook met chassidische joden. Ik heb daar ook eens een paar bij mij in de zaal gehad. En die dat dan zo... Die dat zo wat stiekem achteraf komen zeggen dat ze het goed vonden, maar dan zo rap maken dat ze weg zijn. Zo, want eigenlijk mogen wij hier niet zijn, maar we willen dat toch even, waar we dat komen zien. Ik dacht dat chassistische joden waren. Vroeger moesten de vrouwen van die mannen zo met een chassis van een auto rond hun nek lopen, maar dat moet nu niet meer. Een hand krijgen ze nog niet, maar zo'n chassis van een auto rond hun nek. Ja. Ik heb gelezen over u op Wikipedia, dus ik weet niet of dat waar is. Ik kon dan u vragen dat jij in 1970 op het Isle of Wight Festival, dat jij daar waart. Ja, is dat zo? Ja, ik heb daar zelf een foto van mij teruggevonden. Ik zat daar zo bij een Frans meisje. Ik zat daar met een sigaret in mijn mond, hoewel ik totaal niet rookte, maar ja, dat meisje rookte. Ja, dat was fantastisch. Dat was, nu zijn festivals heel goed georganiseerd. Ze weten hoeveel volk er gaat komen. Maar dat was eigenlijk het jaar na Woodstock. Ik werkte toen bij die platenfirma. Ja. En ik had een week of twee onbetaald verlof gekregen om daar naartoe te gaan. Ze vonden, oké, dat is in de branche, ik kan er iets op steken. Maar je houdt dat niet voor mogelijk wat dat toen nog kon. Ik heb daar Jimi Hendrix zien optreden, de Doors, en al die man, die legendarische gasten, Leonard Cohen en zo. Ja. Maar zie, je komt daartoe en je moest een ticket betalen aan de ingang. Dus die man van over heel de wereld ging daar naartoe, maar die hadden geen idee hoeveel volk. Dus ze hadden zo het terrein, een heel groot terrein, en het podium, hier podium, je zag die mannen zo groot als een luciferke, en dat duurde telkens een uur. Eer dat een andere klaar stond, 1, 2, 2, test. Ja. Maar naast dat gigantisch terrein was er een heuvel en daarachter was de zee. Dus allemaal zat op die heuvel, of dat jij dat luciferstekstje nu van op die heuvel zag of betalend. Dus al dat volk, alleen toch het overgrote deel, bleef op die heuvel zitten. En die organisator, kom toch beneden, we zijn hier gerenoveerd. Ah ja, die moesten die groepen betalen. Ja. Fuck you, kapitalistic pig. En iedereen was links. Hè. Maar zie, de derde dag, dat heeft 5 dagen geduurd. Hè. Dan kwamen de grote groepen en dan... Want die luidspreker... De eerste dag hebben ze ons s'avonds gigantische volkspots, waarschijnlijk van in de oorlog, om naar vliegtuigen te scheiden, hebben ze er zo 3 beneden aan die neuvel gezet en omhoog gescheiden om ons te verblinden. Maar ja, die muziek kwam nog altijd door. En dan hebben ze de boksen weggedraaid van die neuvel, maar dan de helft van die dat betaalde, die hoorde zoiets in de verte iets waaien. Dus dat ging ook niet. Maar ja, was echt actief hun eigen verzetten tegen dat volk op die neuvel. Ah ja, dat is wel niemand graaf. Betaalde. Ja. Maar de derde dag kwam allemaal toch beneden, maar dan was daar geen eten meer. En wij zijn daar, dan kwamen er kamionjongs met maïskolven en die hebben ons gevoederd, gelijk de koeien. En wij waren zo maïs en water ook niet. En ja, het plezante was, maar op 1, 2, 3 lag dat daar vol met vuiligheid. Heel veel meisjes hier in hun blote, ook uit protest, hè, dat was toch zo. Hè. Ja. Laat dat maar eens terugkomen. Hè. Maar zie, dan komt daar zo een of andere priest op dat podium, terwijl het een andere groep aan het opstellen was. We are gonna clean up this mess. Er waren er al veel in kleren verbrand, maar ineens begon dat daar koud te worden. En dan kwam er een firma van cementzakken, maar echt waren duizenden cementzakken. En als je daar onderaan de 2 hoeken afscheurde, dan kon je daarin kruipen als een broek. Ja, en, want de cementzak, dat zijn verschillende lagen papieren en dat isoleert. Dus ik heb daar ook in zo'n cementzak rondgelopen. En... we moeten die cementzakken ook gebruiken om alles op te kuisen. Hè. Als iedereen rond hem een halve vierkante meter opkuist, is dat opeens weer
go. He zat op 1, 2, 3 klaar. Ja. Go. Rup. En Holman stond er met zo'n zak. Now we're gonna make some lines. Zo'n lange lijn. En je geeft dat maar door. En je moest je maar zakken doorgeven. Af en toe zat daar zo'n blote griet tussen. Zo. Die raakte daar dan weer uit. Maar het domme was... Hier die een noop, maar echt, dat was denk ik 15 meter hoog. Weet wat die lag voor het podium? You fucking... Hoorde daarachter die noop. You fucking idiot! En dan moest die een noop naar de kant. Maar zie, dat was nog iets. Daarvoor hadden de Stones ergens gespeeld. Dat zullen we misschien weten. En die hadden als bodyguards de Hells Angels. Oh, Altamont of zoiets, ja. Denk ik. Hè? En die Hells Angels hadden ergens een fan neergestoken of geschoten. Ja. Ja. En dan was zo, de Hells Angels die mogen hier niet meer binnen. En die stond allemaal aan de buitenkant van het terrein, want dat was wel afgemaakt met zo'n soort ijzeren golfplaat. Die mochten niet binnen, maar er stond er een stuk of 100. En wat gebeurde er? Wij moesten die noop aan de kant smijten. Hè? En dacht je, maar ja, dat stond daar toch 100.000 of 200.000 man, ik weet het niet. Dat is moeilijk, want ze rekenen die van de 5 dagen altijd samen. Hè? Zo doen ze dat. Hè? Ja. En die noop, hup, tegen die plaat, tegen die afsluiting, erover en nog. En ineens kwam die Hells Angels met hun motto's over die vuilnisbelt. Zo konden die binnen. Want die reten over tenten van mensen. Maar zie, er was daar geen eten en er was ook misbruik. Er stond daar zo in met een hotdogkraam. Hè. Maar dat was alleen dat precies dat die ze 1.000 euro voor een hotdog vragen bijna. Hè. Puur chantage. Alleen, ik overdrijf, het kan ook 100 geweest zijn. Ja. Maar die Hells Angels, die pakte die pen, die tjoekte die op zijn muil. Free hamburgers, free hotdogs. die maakten zich ineens sympathiek. Maar ja. En je hebt Jimi Hendrix gezien? Ja, echt? Zo groot als een stekkendoosje natuurlijk. Ja. Hè? Maar ja, ik heb hem wel gehoord. Je moet ook weten, die een tijd, dat was het begin van de elektrische gitaar. Hè? Eerst hadden ze de Shadows, die hadden ze gewoon een... Maar als Jimi Hendrix opkwam, maar jongens, als je zo van ver dat al hoorde, dat was een andere dimensie. Hè? Die gitaren, dat was zo nieuw. Hè? Ja. Anders, dat was al plum, 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 plum. Maar zo'n ruige gitaar en bas en die drums, dat is toen pas uitgevonden. Hè? Dan had ze echt het gevoel, dat is van ons. Alles daarvoor, dat is van ons ouders en ons grootouders, maar dat is hier van ons. Ja. En ik heb zo het gevoel, ja, elke generatie, liever muziek dat op geen kloten trekt. Ik zeg dat ook altijd, je kunt je kinderen niet harder kloten dan alle muziek graag horen dat ze eigenlijk horen. Ja, maar pa, wij kunnen geen afstand nemen. Ja, dat kun je niet rebelleren tegen je ouders. Bij mij was dat ook. Ik was opgevoed met crooners en met dat soort dingen. Hè. Mijn vader was heel erg into dat en disco ook. En ja, mijn ding, we zijn natuurlijk punk en metal. En omdat dat iets was waar mijn vader hem betaald van werd. Dit is toch wel zo typisch dat je dat hem toch ook weer hebt. The Doors, heb je die ook gezien? Ja. Ik vond dat dan nogal slenterde. Ja, die heb ik gezien. Ja, dat waren allemaal de grote... Ik was vooral fan van Jethro Tull. Met zijn dwarsfluit. Ja, met zijn dwarsfluit. Een dwarsfluit, dat hoort dan alleen maar in klassieke dingen en ergens op een schoolfeest. Maar dan die met die rock en roll daarachter. Alleen... Ja. Die zat er meer in te rochelen en te spuwen dan te spelen. Maar, ja, maar die waren... klassiek opgeleid, hè. Ja. En ik vond dat een super P. Zo Jethro Tull, Free, dat waren die mannen van All Right Now. Ja. Al die groepen... Paul Rodgers, die zanger. Al die groepen, dat was underground. En dat was toen, dat was het, hè. In de kranten en zo. En dan had je het commerciële, hè, je moet weten, dat was zo de tijd, het vuil stinkende kapitalisten. Ja. Je had dan zo een Engels groepje, Middle of the Road, die hadden zo, hey, yummy, yummy, yummy. Zo, soort, I got love in my tummy. K3 van Engeland. Maar zie, ik had dan een artikel gelezen over, dat is commerciële muziek, bah. Hè, en underground, dat zijn de mannen. En dan heeft Jan Andersen van Jethro Tull, die zei, wat voor een bullshit is dat? Die commerciële mensen,
van Middle of the Road, die hebben 200.000 singles verkocht en wij onderground 20 miljoen. Ja. wij zijn oké, okay, die anderen zijn commercieel. Dat vond ik zo fantastisch. Ja, dat je wel zwaar een ballon doorprikt, denk ik. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar, ja. De gazetten. Wat ik altijd raar vind, die mannen staan er altijd zo maar klaar met hun vingertje. Een gazet, ja, dat moet verkopen, oké. Okay, maar in het laatste nieuws, daar staat er altijd zo'n halve pagina met dingen, prostitutie, dingen die je kunt bellen en toe. Ja, ja, ja. Zijn al die vrouwen zitten die daar vrijwillig en zo? Ja, zij zetten maar die advertentie. Ja. Maar zijn die daardoor niet een beetje medeplichtig? Dat is toch een vorm van heling als je reclame maakt voor de prostitutie. Ja, als dat allemaal vrouwen zijn die dat vrijwillig doen, niks aan dan. Maar zitten daar dan ook geen ontvoerde meisjes tussen en zo? Ja. En ja, dan staat er zo editoriaal, staat er in het vingertje te zeggen hoe dat het allemaal moet. En die heeft in die haar gat genepen. Oh, ja. Schande. En... ja, nu laatst stond er zo, was er zo'n heel reclameblad, ook voor een of ander colonno of zo, iets om de darmen te reinigen. Ja, ja. Zo, dat pakt altijd plamuur dat er al 20 jaar in vaststaat, zo gezegd mee. Ja, zo, bestelt dan een keer, dat kan geen kwaad. Maar dat was iets van 39 euro of zo. Maar dan lees ik op het internet bij testaankoop, moet dat niet kopen, dat zit bazaar, daar zit niks in. Ja, shit, maar dat zit wel in de gazet. Ja. Ja, natuurlijk, ja, hoe onnozel moet je zijn om de gazette te geloven. Maar ja, die gaan direct zeggen, ja, zeg, hé, wij gaan elke adverteerder die gaan controleren. Maar... Ah, dat was dat ding dat je er gratis bij kreeg. Ja, of zoiets. Dat zit er niet altijd in. Ik heb er zoiets dat zo gezegd supergoed is voor uw darmflora. Ja, ik heb er ook iets over gelezen. Ja, dat klopt. Ja. Ik had me eigenlijk ook bijna laten verleiden voor zo'n gazette gaan halen, puur om te weten of dat nou echt zo goed is als dat ze zeggen. Ja, ja. Ja, maar... tegen opgeblazen gevoel en we die nog allemaal. Ja, maar je kunt alles, nu, ze vinden altijd een ander wegje. Hè. Iedereen heeft nu een plakker op zijn bus, geen reclame, maar nu zit die reclame gewoon in uw gazette. Ja. Wat een dikke gazette, vallen daar de 20 boekjes uit. En wanneer zit jij eigenlijk beginnen voelen, als jij begon op te treden, dat je denkt van dat begint hier te rollen? Want jij bent eigenlijk ook een van de weinige Belgen die in Nederland ook gigantisch is doorgebroken. Hè? Ja. Hoe is dat eigenlijk gebeurd? Toen was ik... hier in Vlaanderen, ja, dat begon zeer snel. Dat van jeugdclubjes altijd dan naar gemeentezalen. En dat kwam ik in sporthal en toestand terecht. Dat ging, ik was een alien geweest voor de mensen. Ja, het waren altijd maar stapjes. Ik had meegedaan aan het humorfestival van Eist. Daar zijn de meeste van die kleinkunstenaars ontdekt, zo Willem Vermanderen, Jan de Wilde, die hebben dat dan allemaal gewonnen. Maar dat jaar dat ik daar zat, ik was gewoon met die jury aan het lachen, hè, met mijn pingpongballetjes in mijn ogen. Nee. En dat jaar vonden ze het niveau zo beneden alle pijl dat ze weigerden de laureatenprijs uit te reiken. Echt waar, hè? Ja, wij twijfelen eraan of dat we dit nog jaarlijks kunnen doen naar gelang het niveau van het aanbod. Maar we willen dan toch een aanmoedigingsprijs van de NELF, want je kreeg 20.000 frank. Ja. Dus we willen wel een aanmoedigingsprijs geven aan Urbanus van Anus. Het is mijn lange tand, maar boven moet toch iets geven. Ja, ik stond in alle gazetten, maar ja, die journalisten stonden daar, dus voor mij was dat echt een goede sprong. Maar ik was natuurlijk die jury aan het uitlachen. Jean Blouten zat toen in de zaal als jonge ket, en die zei in de zaal, vonden ze dat fantastisch. Ik kom zo op met twee pingpongballen. Dat zijn mijn echte ogen, zo opzettelijk heel traag. Ja. Maar dat was, mijn spelletje was constant informatie geven, die zal van op 10 kilometer hadden zien aankomen. Dat zijn mijn echte ogen niet. Ja, dat is een pingpongbalken. Ja, in twee gesneden. Met een mes. Zo altijd. En ik zag die gat, dat was Jan van Rompuy en zo nog een paar. Die zaten er rondgedoven, die is daar veel kloot aan spelen.
En dan had ik zo'n kartonnen deus naast mij, waar allemaal een bazaar op stond. En op die deus stond geschreven, deus. Weet de geil wat dat hier is? Nee. Maar zo dat traag spreken, ja, Goebbels, die doet dat van zijn eigen, maar... Mm-hmm. Ik weet als kind, ik moest naar de Beenhouwer een kilo droge saucissen gaan halen. Die Beenhouwer die sprak ook traag. Beenhouwer een kilo droge saucissen. Wacht, zal dat die rap een keer op de weegschaal smaken? En ik knijp die saucissen. Zeg, Beenhouwer, die zijn precies toch nog niet naig droog. Jongen, tegen dat gade mee toezet, kun je er hier de kop mee in kloppen. Dus ik ben gewoon in zo'n wereld. Mm-hmm. En ja, ik heb dan altijd die lijn doorgetrokken. Ja. Maar het was wel grappig dat ik hem exact hetzelfde meegemaakt. En ik had al rap door dat dat een Hollandse truc is. Want dat was bij mij zo. Ik heb dat geweten als een paar jaar... Ik heb het Leids Cabaret Festival gewonnen in 2003. Ik was de eerste Belg dat won. Ik denk dat ik won. Een keer iets gewonnen. Dat weet ik niet meer. Wat dan begon dat zo... Ze begonnen zo van die... al die recensies was... Ja, het was een zeer zwakke editie. Daarom heet die Belg gewonnen, eigenlijk. Ja. En dan het jaar daarna won een Hollander en dat was een van de sterkste edities in jaren. Maar dan zo het jaar daarna won dan de Roy Arnouts of zo. Dat was ook een Belg, ja, zeer zwakke editie. Ja. Zo. Dus het was eigenlijk elke keer in Nederland, als er een Belg wint, is het de zwakste editie in jaren. En als er een Nederland wint, ondanks de onwaarschijnlijke tegenstand, heeft die het toch gewonnen. Ja. Zo, dus ik had al heel rap door van, ah, dat is al het trucje zo. Om altijd te doen uitschijnen dat wij alleen maar winnen als de rest van jullie zo slecht is, wel, dat je het daarom, ons toch ik, moet ik, geven. Ik heb daar in het begin, als ik naar Roland reed, heb ik echt die strategie daarvoor, voor wat jij nu zegt, zo aangepast. Wij werden daar echt als minderwaardig bekeken. En Peter Koelewijn, die ging op een gegeven moment een nummer van Wiltura lanceren. Hè, want Wiltura, die moet toch in Holland gelanceerd raken. En Peter Koelewijn ging zich daarachter zetten. Want toen was er veel meer interactie, hè, met artiesten. Ja. En weer, vooral Hollanders die naar hier komen. En Tura had een plaatje gemaakt, ik weet niet meer wat dat was, maar ze toch iets van, hey DJ, wil je mijn plaatje draaien? En... Peter Koelewijn met dat singeltje. Ik hoorde dat op de radio, hè, toen ik naar een van de eerste optredens reed, of ik was net begonnen met mijn eerste Hollandse tour. Ja, dat is een fantastische Belgische zanger. Oké, en Peter Koelewijn was dan weg. Dan, nou, gaan we even die Belg opzetten. Ik hoorde op de radio, hey, genoeg! Zo, hè. En ik zeg, ja, ik moet hier zeker niet de kont van die Hollanders likken. Ik moet hier in de aanval gaan. En dat is 100% gelukt. Dus het eerste wat ik zei, ja, dat is een klassieke mop. Kan een koffie? Ja, beste mensen, ik heb meegedaan aan een wedstrijd op de radio. En ik heb dat gewonnen. Ik heb dat niet gewonnen. De eerste prijs was een week Holland. En de tweede prijs 2 weken Holland. En ik heb de 35e prijs. Moet ik hier goed voor tussen die stoem Hollanders? En ineens was ik geaccepteerd dat ik zo niet de dweilbelg speel. Ja. Want meestal, wij vinden het fantastisch dat we hier voor jullie... Fuck off! Ja. Dus ik ben in Holland... Ik heb altijd direct bij hen zitten lachen. Zo van, wanneer was dat met die tsunami? Hè? Mm-hmm. In Indonesië, ja, de Hollanders hebben meer iets met Indonesië wij dan met Congo hadden. Ja. En ik vertel dan, ja, blijkbaar hebben de Nederlanders tot 10 keer meer geld gedoneerd voor Indonesië. 10 keer meer dan de Belgen. Dus dus eigenlijk zijn wij gierig. Ja, maar nu zijn jullie dom. Dat vinden ze van zoveel geld. Ja, maar je hebt daar ook gereformeerden. Hè? En mm-hmm. Ik heb dat in de tijd... Ja, de zwarte kousen, of hoe noemen ze die? Zwarte kousenband of zo? Ja, zo heel ja, dat, heel ja. Dat van Staphorst. Van Staphorst, dat is zo'n topje waar die secte... Maar zie, nou, ik was ook met God en Jezus aan het lachen. En dan kwam er zo bij mij, Urbanus, ooit zal jij rekenschap moeten geven voor de beledigingen die jij aan de Heere hebt toegebracht. Ik zeg, jongen, ik zou, ik weet niet hoe gelukkig zijn
dat ik rekenschap moet geven, want dat zou betekenen dat het allemaal waar is. Hè? Dat het bestaat, dat het bestaat. Anders, ja, ik zoek alleen maar dat bewijs. Ik moest nu plots een gigantische vinger uit de nevel komen. Jij moet zwijgen. Hè? Ja, dan is het bewezen. Wat komt maar niet. Hè? Het komt maar niet. Ik had ook eens zo'n supercool verhaal aan mij verteld. Dat wil ik, dat zou ik nog eens willen horen over uw handtekening die je op de muur mocht zetten. Ik weet niet of je dat verhaal nog... Dat vond ik echt onwaarschijnlijk. Ja, dat was eigenlijk een verhaal dat jij dat vertelde. Dan dacht ik, ja, dat is ook in techten een held. Niet alleen zo, maar ik moest er zelf heel hard mee lachen. Wel, maar dat kwam... Ook Holland, hè, moesten wij selecteren. In elke grote stad, dat zijn toch allemaal theater van 800-900 man, maar dan staan daar 4 of 5 keer, hè, in een grote stad, ja, daar woont daar meer dan 800 man. Hè. Dus ja, ik had het gevoel dat ik mij veel kon permitteren als ik zo een keer een terugslag krijg, dat ik nog genoeg werk. Maar ik moest ergens, ja, ik had ergens 5 keer de grote Schouwburg gevuld en dan komt er iemand met een stift. Hè. Urbanus, nou mag jij je naam zetten in de galerij der grote, hè, in de inkomal, dat stond zo vol, Set Gaikema en Freek de Jonge, Coat en B. Nou mag jij je handtekening daarbij zetten. Oh, dank u. En waar je mag wil, Urbanus. Overtoon Hermans. Nou, zo goed vinden we het toch. Ja, ik zeg, dat is de enige manier dat daar wordt over gesproken geworden. En ja. Want wat had jij met Nederlands cabaret? Vond jij dat leuk? Word jij fan van sommige van die dingen? Of niet echt? André van Duin, dat vind ik een tolle toffe. Dat snap ik. Maar, ik vond altijd... Ik denk ook dat, wat ik in Holland deed, dat dat voor Hollanders ook weer een soort opluchting was. Ja. Want het moest allemaal geëngageerd met het fiende, al die grappen. Ja. En de Tweede Kamer. En nu kom je af met een kat die ergens een atelier ondergescheten had. En een kapotte velo. En dat vonden ze fantastisch. Ja. Ik ben een tijd geleden, hè, dat is al een jaar of 2, 3 geleden, had ik een dubbel interview met André van Duin. Want ik ben die al een paar keer tegengekomen. Die moet echt niks hebben van stand-up comedy. Maar dat was zo... Het was trouwens denk ik, een Antwerpenaar die ons interviewde. Ja, jullie zijn zo alle twee niet meer van de jongste. Denken jullie nog lang door te gaan? En ik direct zo, voordat André iets kon zeggen. Ja, als André morgen een beroerte krijgt en die zijn smoel staat heel wat schief getrokken, die kan gewoon blijven verder optreden. Niemand gaat dat merken. Nou, dan stop ik wel hoor, idioot. Ja, maar hij heeft daar... Ik had zijn show gezien. Fantastisch. Ik ging toen, dat was net een week of 2 voordat ik in Sportpaleis ging spelen. En ja, ze vroegen, natuurlijk vroegen ze André van Duin ook om in die grote dingen, hoe heet dat daar allemaal, die grote zalen in. Nou, Ziggo-Dome of wat is dat. Ja. En hij zei, nou, ik zal even een voorsmaakje geven hoe het er gaat uitzien als ik in de Ziggo-Dome ga staan. Hij komt op, hij had in Amerika een klein poppetje gekocht van Clinton. Maar hij had natuurlijk die kop wat veranderd en wat rozaar opgezet en daar een microken. En hij zet dat op het podium, zo'n klein popje. En dan begon hij van in de coulissen te zien, want dat popje wiegde zo wat. En dan alle lichten uit en hier fijn langs potteke van gans van achter in de zaal op dat popje. Zo. En dan zo met gigantisch veel galm. Zo. En dat was echt precies of je zat op de laatste rij van Sportpaleis. Hè. Oh man, dat was toen is het weer wat gestegen. En dat was zijn manier om te lachen met die gasten die in die gigantische zalen gaan staan. Ja. Maar het gaat, hè. Ik voel er... Ik heb daar een oorlogsje moeten uitvechten, omdat ze wilden er een gigantische dansing van maken. Zeg maar, dat moet hier een groot theater, maar het moet nog altijd theater blijven. Ja. En we gaan hier zo fairy lights aan het plafond. Ja, wat kost dat? Voor 60.000 frank heb je dat al? Frank, euro. Ja. Ik zeg, nee, maar ik zet wel een lampadeer op mijn gitaar. En we gaan de zaal volgen met tapijt. Hè. Dat geeft zo een beetje anders. Nee, ik vraag wel aan mijn fans dat ze een bierkaartje onder hun schoenen plakken. En ik heb daar dus toch wel gigantisch wat onkosten kunnen ontwijken. Ja. Want, daar zijn ze goed in. Hè? Ja, ja.
Maar hoe was die ervaring voor u, voor daar te spelen? Vond je dat plezant of niet? Deed je dat graag? Nee, het was een, ik had 10 jaar niet meer gespeeld. Mm-hmm. Ik wou ze toch wat herbronnen. Ook omdat ik 3 kinderen had, die ik bijna niet meer zag. Hè, en dan mm-hmm. kon ik daarbij zijn. Maar ik ben toen ook, de urbane strip bestond al, maar ik heb toen ook 4 andere strips gelanceerd. Ja. Die zijn bijna allemaal al afgevoerd ondertussen. Ja, was dat? Plankgas in Plastronneke, Mielke, Melke, Mol, ja. De geverniste vernepelingsjes. Ja, ja. 3. Ja, dat was met Jan Bosgaard. Ja. Ja. En ik was ondertussen ook een nieuw scenario aan het schrijven met Frank van Passel voor een nieuwe Urbanus-film. Maar ja, dat was een beetje... Had dat een tekenfilm worden? Nee, dat was een andere. Nu is het iets anders. Dat was een echte film waar ik in zou acteren. Mm-hmm. Maar dat speelde zich af in de Eerste Wereldoorlog. En ik was een autoracer. Natuurlijk allemaal met taar getrokken. Mm-hmm. Maar dat ging zo een beetje een Vlaamse film zijn. Zo'n beetje Raiders of the Lost Ark. Ja. En ik denk dat wij 4,5 miljoen nodig hadden. Maar dat was onmogelijk bij elkaar te halen om dat hier te draaien. Ja. En uiteindelijk, je zit daar 5 jaar intens mee bezig. En dan, ja, zo natuurlijk zo... productiehuis, ja, die zeggen, ja, we moeten ook wel een keer ons mensen in iets steken, dat wel doorgaat. Maar het feit dat ik toen al zo lang gestopt was, zei iedereen, oh, we vonden die en hoorden niks meer, en als ik op dat moment moet geld zoeken, maar ja, dat is altijd, hè, die investeerders, die doen alsof dat een gigantisch gevaarlijk risico is, dan hebben ze natuurlijk een grotere return. Hè. Mm-hmm. En ja... Als die film dan niet doorging, ja, dan dat vond ik nu zo jammer. En dan heb ik weer mijn gitaar gepakt en weer... ik doe al mijn try-outs in Sportpaleis. Ik heb echt, denk ik... Ik ben er 1,5 jaar mee bezig geweest om een... Allee, ik kon wel beginnen met een best-of. Ik moest niet een volledige nieuwe show. Ik heb daar drie uur staan zeven. Ja. Dus de meest bekende liedjes, maar telkens met een nieuw sketchje ervoor gebreien. En ja, ik heb... denk ik 2 try-outjes gedaan, ergens in een klein zaalje in Wemmel, of in Meissen, en dan direct dat Sportpaleis op, maar je zit daar zo naartoe te leven, 10 kilo afvallen, en dan had ik toch wel een verschrikkelijke snotvalling, zeker, dan staat er daar, hè, met 3 dafval gaan en een Red Bull in je gat gedeven. Jongen, dat was verschrikkelijk. Allee, ik heb het... Er leven het van afgebracht, maar je hebt toch wel het gevoel dat je zo juist telkens met de hakken over de sloot... Ja, dat gevoel had ik totaal niet, want ik heb het gezien. Hè. Ik was al, want jij toen nog gelukkige verjaardag, happy birthday voor mij gezongen, op een 22e december, op mijn verjaardag zat ik er. Ja. En jij ook, hè, Andries, jij was er ook bij, hè. Wij waren er mee allemaal. En dat was, het grappige was dat ik ook in de rij zat naast Geert Hoste. Dus ja, dat was helemaal... Hè, dus, en ik had dat niet zien aankomen, dat jij ging zingen. En ineens komt er zo'n spothoek en zag je mij op dat scherm. Dus dat was allemaal zo'n een zotte ervaring. Maar wat ik zo tof vond om dat optreden, dat is dat... Hoe uw aanpak was daar ten opzichte van die van mij. Hè. De mijne was, ik stond in iets gigantisch groot... Ja. Dus ik kon overdreven rockster, groot. Ja. En jij hebt dat eigenlijk een klein theater gemokt. Ja. Ik vond het eigenlijk heel tof dat jij ook zo ging verkleden met heel veel lawaai en zo dat soort dingen. En dat klein molenke dat jij had. Omdat je zo, als je kinderliedjes deed, dan deed je zo met een molenke. Dus, en ik vond dat allemaal zo... Ik vond dat vooral heel schoon dat jij erin geslaagd bent om van zo'n gigantisch sportpaleis toch zo'n klein theater te maken. En daarom dacht ik ook van... Daarom is dat ook een van de weinigen die dat thuis ook kan. Iets zo groot. Maar ik heb daar wel kritiek op gekregen in de krant. Ja, maar ja, af en toe moest hem iets gaan halen in de coulissen. De coulissen van het sportpaleis, dat is een stukje lopen. Dan zit het volk daar op een leeg podium te kijken. Maar ja... Dat is weer een bewijs van de kranten die de humor niet snappen. Dat is altijd zo moeilijk, hè. Ja, maar dat deed ik altijd, dat je toch nog altijd met je micro, dat kun je van in de coulissen doen, dat daar in brand staat of onder water loopt. Gewoon, ja, nu denk ik zo weer iets. Is dat iets dat je ooit nog terug zou doen? Goh, ik heb er wat schrik van. Ik weet het niet. De mens kan veranderen, maar voorlopig toch niet. Ik zou liever... Het is zo'n stress. Waarom moet ik die op mijn kop halen? Hè? Ik weet het niet. Ik had me een groter noot gemaakt. Ja. Ja, ik heb dat zelf gemaakt, in polyester. Ik heb die helemaal zelf gemaakt. Ja. Als ik in Sint-Lucas was,
Ja, wij moesten leren publiciteit steken, maar wij leerden daar R4'tjes uit die en al en terug in het steken. Ja. Wij maakten daar zo kajakken in polyester om de les af te varen. Dat was super tof. En daarmee heb ik zo een grote, zo'n springbal genomen, hè, dat kende. Ja, ja. En dan met papier, allez, of met stevig papier, een grote frietzak over die een bol. Ja. En daar dan polyester rond. En dan, ja, je steekt die bal kapot, kan dat daaruit. En dan heb je zoiets. Maar ja, het was belachelijk. Ik kon me natuurlijk niet draaien. Hè. Mijn kop draaide in dat gat. Maar ja, het moest groot zijn. Dat is het belachelijke. Dat zag je wel. Dat zag je wel. Ik vond die kast ook heel tof, eigenlijk. Waar jij daar van tijd tot tijd inkroop om zo allemaal van die dingen ineen te gaan bricoleren. Ja. Dus was... Ik heb altijd iets nodig om dat de mensen nog niet mogen zien. Nou ja, ja, ja. Als iets daar klaar ligt, ja, dan is het verraden. Hè, dat je daar iets gaan met doen. Hè. Ja. Of anders zou je daar iets moeten zetten, iets straf, maar dat je dan vergeet iets met te doen. Dat, als ik het zo doe. Dus gelijk dat ik ooit gedaan heb, wij hadden een tour vroeger, toen wij heel beginnend waren in Nederland. En dat was ik samen met Thomas Smit. En wij hadden zo op onze rider laten zitten dat ze een vleugel of een buffetpiano moesten hebben. Maar geen een van ons twee deed daar iets mee. Het enige dat die moesten doen, was dat op het podium zitten. En dan zitten wij ons bier erop. Dat was eigenlijk het enige dat wij deden. Maar er zijn ook een paar keren heel kwaad van geworden. Omdat zo, ja, wij hebben deze piano dus moeten laten komen voor. Hè, want dat kostte dan ook zo keiveel geld. En we hadden zo weet, ja, we vonden dat tof voor ons bier erop te zitten. Dat was zo de enige reden waarom we die bouwen. Ik heb ook zoiets gedaan in Holland. Maar meestal staat er al zo'n vleugelpiano. En ja, dan, dat is zo. En dan laat ik... wacht eens, ik moet even herstemmen. En dan komen er zo drie man met die vleugelpiano. Ping, ping, ping. Oké, dank u. Maar dat staat daar. Als er geen voorradig was, dan liet ik die grap eruit. Ja. Dat ging ik nu niet gaan doen. Zo'n smeerlap gelijk jij ben ik nog niet. Nog niet. En ik was toen zelfs helemaal nog niet bekend. Allee, eigenlijk valt dat mee. Bij mij is Nederland altijd een beetje moeilijk geweest. Ik merk dat ik niet zo heel hard beantwoord aan het Nederlandse idee van wat een Belgische komiek is. Oh, ik zit een beetje te... Ja. Ik zal zo zeggen, een arrogante lul, dat vinden ze tof van een Hollander, maar niet van een Belg. Ja, dat is waar. Dus bij mij is dat altijd een beetje een zoektocht geweest, Nederland. Ja, ik speel altijd zo... Soms kan ik zo een arrogante dingen spelen, maar dan valt er weer juist door de mand. Ja. Ja, ik heb daar... een plezant grapje in de show, zo, dat ik zo heel kwaad bel. Ja. Ik had zoiets gezegd aan een journalist. Ja, en onze Candy, dat een nol is en kous. En weet wat de titel was? Urbanus ontkent een holocaust. Ik naar die gazet gebeld. Goed voor een kutgelip. En dan, hela, weet je wie dat ik ben, jong? Ik ben de CEO van die gazet. Eén vingerknip van mij, jij bestaat niet meer. En dan ik zo, ja, weet jij wie dat ik ben? Nee, oef, gauw afgelegd. Zie, dan speelde het dikkelijk, maar dan is het toch weer de... Ja. Ik, daar ben ik zo een beetje, ik heb dat een beetje geleerd van John Cleese en zo. Die speelt altijd een dikke nek, maar hij slaat altijd zijn eigen ruiten in. Ja. Dat is een systeem. Ik denk dat, ja, Louis de Funès, ja, ook zoiets. Altijd van zijn kloten maken en de baas spelen, maar ja, van die ene shit in de andere terechtkomen, dat zien de mensen graag. Hè. Ja. De sukkelaar gelijk Bourville, die had altijd miserie. Maar zo je die van zijn kloten maakt en dan iedere keer tekstel op de neus krijgt, dat maakt de mensen vrolijk. Hè. Ja. Ja, voor mij was dat gewoon ook een manier, denk ik ook in... Dat is eigenlijk begonnen toen ik buiten Antwerpen begon te spelen, want dan begon ik heel erg te voelen dat ze, ja, dat Antwerpenaren niet zo populair zijn. Hè. Ook in Vlaanderen, als je hier vandaan komt, ze vinden u direct een arrogante lul. Ja. En in het begin had ik een beetje hetzelfde wat jij had met Nederland. Dat vooral dat je vertelde van eerst de neiging om zo wat onderdanig sorry te gaan zeggen dat je van Antwerpen komt. Maar ik had al heel rap door dat niet in mijn hart lag. Dus dan draaide ik dat om en maak ik mijn eigen nog arroganter. Ah, ja. Waardoor dat je letterlijk de houding hebt van ik kom hier op de parking spelen. Hè. Je mag blazen dat ik naar hier kom. Zodat, en dat mocht het dan ook weer funny, omdat het zo overdreven is. Als ze mee zijn, dan dat je het niet meer gelooft. Ja, als ze mee zijn, werkt dat. Maar inderdaad, als je mensen hebt waar dat je die...
Maar dat je dat moment niet bij het, ja, dan vinden die je gewoon een vervelende gast. Ja, maar ze moeten mee zijn. Ik was een keer in Amsterdam vroeger en toen was dat zo echt een inval. Allee, kwamen er heel veel Molukkers en Surinamers, Holland binnen. En, dat was dezelfde wrijving en racistische toestanden. Maar dan was er in de Kleine Comedie een theatergroepje, die had daar een toneelstuk van gemaakt, om de mensen te tonen, kijk, dat is wat wij met die mensen doen. Mm-hmm. Dat zat dus vol racistische dingen en zo, als ze werk zochten en zo. Mm-hmm. En daar speelden een stuk of vijf Surinamers en Molukkers in mee, mm-hmm. in dat stuk. En ja, dus wij snappen dat, dat ging daar hard aan toe, maar dat was bord voor je kop, hè, wat ze bedoelden. Ja. En met de première, dat stuk begon, stond er daar 200 Surinamers en Molukkers. Dat stuk moet verboden worden, ze noemen ons daar koffieboon. En ze, die jongens, maar alleen, wij staan aan jullie kant. Niet iedereen begrijpt ironie, hè, of dingen. Hè. Nee. En, allee, die... heel veel mensen niet zelfs. Ja. Ja, maar dat is soms gevaarlijk. Hè. Soms kun je op podium zo'n super extreem, als je dat stelt daar zit, een super extreme rechtse bal uithangen om het aan te klaren. Ja, 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 ja. Maar een die dat niet door heeft. Ja. Goh, als dingen Freddy de Vadder meedeed aan Humo's Comedy Cup. Vroeger zat ik daar dan met Guy Mortier en Tom Leenaerts mee in de jury. En dat vond ik fantastisch. Die kwam op en hij zei, ja, die heeft gewonnen wat er ook nog achter komt. Mm. Zo, de Freddy komt op met zijn snor en zijn leren vestje. Zo, hè. En ja, dat was dus in de tijd met een opkomst van het Vlaams Blokken. Ja, dat was, dat was de duivel. Hè. En de Freddy komt op. Ik kan stemmen niet op het Vlaams Blokken. En heel de AB. Ja! Ik stond op Uldere Leest, het zal al gooien zeker. Ik zeg, om je recht in het hol van de leeuw zo'n mop te komen vertellen. Ja, dat vond ik een wereldgrap. Ik hoorde het hem ook al zeggen. Ja, ik stond op Uldere Leest. Stond op Uldere Leest, het zal al gooien zeker. Ja, zo, ja. Met zijn diepe stem, zo, dat altijd zo dat... Ja. Ik vond dat ook goed dat hij zo, dat was op Comedy Casino Cup, hè, de allereerste waar de Goebbels in zat. Ah, ja. En dan zegt hij, kwam ook op het podium, zegt hem, de volgende comic, zijn naam is Goebbels. En dan zegt hij zo, er zullen niet veel Jozef in de familie zitten, denk ik. En dat was ook direct zo. Ja, die kon wel echt heel goed uit de doek komen, hè, de Freddy. Ja. Want ik herinner me de eerste keer dat ik u ontmoette, dan gingen wij dingen doen in de ban van Urbanus. Ah, ja, we zijn bij mij thuis. Ja, dan zeg ik dus bij u komen barbecuen. Toen keek ik rond en dacht ik, er is precies geld mee te verdienen met comedy. Ja, ik heb daar wel een beetje grond rond mijn huis. Want we hebben nog gevoetbald met uw zoon toen. Ja, zo met een hele hoop comedians waren wij dan aan het shotten, want de Wim Helzen was er ook. En wie was daar nog allemaal? Wouter de Vree, Freddy de Vadder. Ja, dat is zo'n hele Bert ploeg. Gabriel is ook nog. Ja. En dan hebben wij die sketch gedaan. Dat vond ik inderdaad. Fantastisch, die sketch. Ja. Dat vind ik fantastisch. Want dat was een mega hit. Ik verschoot er ook van, maar ja, ik wist toen, wij moesten een sketch voor u schrijven. En ik was eigenlijk ook al... Ik dacht, ja, wat ga ik ermee doen? En ineens dacht ik, ja, het leukste is van zo kinderlijk als mogelijk te gaan. Ja. En zo van, wij doen een duel als cowboys en ik doe al de gelutjes en jij doet... En op een of andere manier werkte dat keihard. Wat was de enige sketch die echt goed was. We hebben ons ook toen... vergist, want ik zei iets... Jij reageerde te laat met je lippen of zo. Weet, en ik zei, deine lippen zijn zo spät. En ineens begonnen wij zo wat te improviseren. Ja. Want dat was ook onwaarschijnlijk warm daar. Ja, dat weet ik nog in Bree. De Breugelzaal in Bree. Verschrikkelijk, dat was daar om te stikken. Want daarna hebben ze nog zo van die interviewkers met ons gedaan die nooit zijn uitgezonden. Omdat wij allemaal zo kapot waren dat er ook niks interessant nog gezegd dat werd. Dat podium, dat waren zo vierkante gele blokken waar we bestaan. Ja. Maar, Eva de Rover, die moest ons dan interviewen en wij zaten er alle twee zo... Ja, en zeiden jij een fan? Ja. Was het leuk? Ja. Zo, we waren allemaal te moe voor nog iets te zeggen. Ja, dat was wel een beetje tegen mijn natuur, maar ik durfde het ook niet... Allee, ik vind dat wel tof.
dat collega dingen allee, mm-hmm. mee appreciëren, maar om daar nu de... dat, allee, ik vond het altijd zo dat de mensen die ik graag had, dat die ze precies voor mij moesten komen knielen. Zo. Ja. Daar voel ik me niet goed bij. Maar ja... Ja, voor mij was dat een heel leuke ervaring, omdat dat zo'n ding was dat ik van dacht... Ja, ik wist ook... Soms zitten dat je schrift deed en je weet gewoon dat gaat marcheren. Je voelt gewoon dat gaat iets zijn dat typisch is voor u. Ja. Want dat is ook heel hard... Dat onnozel kinderlijk, maar tegelijkertijd toch ook weer met een kant aan. Zo. En, maar dat was gemakkelijk. Hè. Jij had het talent om al die geluiden te maken. Ik moest ik maar doen en jij volgde mij. Hè. En, want als ik daar... Ik kan wel van alles van buiten leren, maar dat stak ik daar met mijn riets open. Ah nee, dat zijn ze van die kuisten. Ja. Ja. Ja, zie. Ja, met dat... Maar ik zit er een elftal van. Dat was ook iets met uw paard altijd. Ja. Ja, dat was... Ja, zo die 17 deuren. Dat is juist. Want ik wist nog, mijn pitch was echt kei kort van die sketch, hè, dat ik dat tegen u zei. En jij begon direct... Oh, als ik dan binnenkom, kan ik zo 17 verschillende deuren open doen. En dat is zo... Ja, je voelt direct zo van... Oh ja, dat gaat kei goed marcheren. En wat ik er wel heel leuk aan vond, was dat je... Hè, want ik had wel schrik om u te ontmoeten, omdat ik dacht, ja, wie weet valt dat keihard tegen. En is dat helemaal... Hè, vind je dat allemaal vreselijk? En dat was een enorm goed gevoel om met u te beginnen babbelen op die brainstorm. En dat was direct dat pingpongen, zo heel snel. Zo van, oh ja. En onze sketch, ik denk dat de kortste babbel van iedereen was. Jij zei direct, ja, dat komt goed. Allee, wat deed jij? Zo. En ik weet nog dat de Freddy er toen zat... Ik heb ik feitelijk niks voorbereid. Ja, want die zat er ook altijd zo. Dat was altijd die je m'en foutiste van de ploeg. Zo, we hadden allemaal zo keihard ons best gedaan. En die net zoiets van, ja, we zien wel. Ja. Hè, zo. Maar dat was daar zo verschrikkelijk heet. Ja, en ik vind dat wel erg. Wij moeten de mensen doen lachen. Mm-hmm. Maar als die daar allemaal op een braadpan zitten, dan is al moeilijker. Hè? Ja, hadden wij daar nu allemaal een smartlap waar je moest van wenen dat er wel ambiance geweest was. Ja, het was ook zo warm dat de mensen op den duur gevoelden. Dat ook met die interviews, dat was op. Hè? Ja, er ging niks niet meer gebeuren. Nog een ander ding uit uw verleden? Tweede vraag. De tweede vraag. Ja, we zijn nu intussen dag 3. Interview met u. Volgens mij denk ik dat als ik een podcast met u doe, dat wij een heel jaar zouden kunnen bezig blijven. Maar die, uw strip, hè, want dat is ook iets dat ik mij nog heel levendig herinner. Het Frietkot-mysterie, die kwam uit in 83, denk ik. Ja, zoiets. Ja. En wel, ik zat toen in de lagere school. En ik weet nog dat ik die kocht en dat zo'n evenement was bij ons op school, dat jij een strip had. Ja. En ook, wij allemaal maar keihard lachen, ook al snapten we de helft van die moppen niet, want we waren er nog te klein voor, maar we hadden zoiets, Urbanus heeft een strip. Ja. Hoe was dat voor u van daar aan te beginnen? Want dat was eigenlijk wat je in het begin wou doen. Ja, ik was toen denk ik al een jaar of 10 aan het optreden en... Dat is eigenlijk ontstaan door die filmpjes die ik op de VRT deed. Mm-hmm. Eigenlijk was ik dan zelf... ik was constant ook aan het zoeken naar een stripfiguur. Heel mijn leven. Ik moet ook een jommeke of een kuifje kunnen uitvinden. Maar ja, dat ging niet. En dan begon ik zo die filmpjes te doen op tv. En, maar eigenlijk waren dat stripjes, bewegende stripjes. Ja. Hè? Ik speelde zo'n figuurtje. Want het is eigenlijk het stripje zo, volgens Willy, dat hem de inspiratie gaf. Ik zat zo als klein mannetje met een korte broek. Ik had zo'n vals zebrapad gemaakt. Hè? Ja. En als de mensen daarop trokken, ging ik eraan en die vielen, dan liep ik weg met dat zebrapad. Zo nog een paar dingen, eigenlijk Wijlens en de man, al dat soort dingen. En... op een zekere dag is de Lintout dan bij mij gekomen. Zou jij dat oké vinden, dat ik van uw personage... Want op mijn plaats is er toevallig een Urbanus in de zaal. Is er een klein Urbanusje met korte broek en boekentasken en een petje die tegen mijn eigen Niele staat te pissen. Ja. Dat stond daar zo'n model voor. En ik zei, dat is tof, maar ik had zoveel werk. Ik zei, ik wil dat natuurlijk wel graag onder controle houden. Willy was totaal onbekend, dat was een plaatslager. Ja.
En, maar ik heb daarmee gebabbeld. Ik had direct ik had 6 jaar Sint-Lucas tekenschool gedaan. Ja, dus want jij kunt ook zelf heel goed tekenen. Ja. Ik had dus wel wat technische bagage. En Willy niet. Maar hij had zo een paar voorbeeldjes gedaan. Dat was super krakkemikkig. Maar ik had direct door, die gast heeft wel veel fantasie om scenario's te verzinnen. En iemand die een beetje kan tekenen, die kan door oefening beter leren tekenen. Maar iemand die geen fantasie heeft, kan niet leren fantasie krijgen. Nee. Als je er hebt, kunnen we dat wel verfijnen en optrekken. En het Frietkot Mysterie heeft hij alleen gemaakt. Hè? Want ik zei, ik heb daar echt geen tijd voor om me daarmee bezig te houden. Maar ik had ook niet verwacht dat direct zo hard ging verkopen. Ja. En dan zijn we weer gaan, niet zozeer voor de verkoop, want Willy zei, ik krijg zo van alle rotte tomaten, jij hangt je karken gewoon aan Urbanus, zijn een tram. En hij zei, wilde gewoon mee van achter op de foto staan, dat kan de mensen, maar de Urbanus weet dat. Hè. Dus hij kreeg vrij, in die tijd bestond er nog niet te veel vedette strips. Hè. Nee. En hij kreeg op zijn donder. Maar ik denk vanaf de derde, het Papschoolgenie, dan zijn we beginnen samenschrijven. Nu dacht ik dat ineens veel beter werd, maar nu nog. Ik merkte wel dat gaandeweg absurder werd. Hè. Dat werd zotter en zotter, want in het begin, ook de tekenstijl, hè, want dat is ook nog zwaar veranderd. Doorheen de jaren, dat in het begin was het echt meer een gelijkenis, gelijk dat jij eruit zag als je... Vroeger, in de eerste strip was ik ouder. Dan want dan werd jij kleiner en kleiner en dan werd dat broekje breder en dan werden al die... En ik herinner me nog zo al die figuren, gelijk Nabucodonosor, die een hond zonder tussenstuk. Zo, en al die Amedee. Dat is een vondst van Willy, die een Amedee. Dat was een erfenis van Philemon. Die een hond in 2 stukken. Ja, die moet een moeilijke naam hebben. En wij herinneren ons alle twee. Ja, hij was van leukere wielen, ik ben elkaar niet. Maar op school een moeilijke naam, dat was Nabucodonosor. Van de Egyptenaren. Maar in het Vlaams was dat Nabucodonosor. Dat is een goede moeilijke naam. En die is in 2 stukken, omdat die hond zijn moeder tijdens haar zwangerschap heeft die tussen een garagepoort gezeten. En daarmee dat is het beeldje dat in Middelkerken staat. Hè. Ja, inderdaad. Staat er ook één in Tollenbeek. Ja. Dat vind ik wel schoner. Ja, er zijn, niet zoveel levende mensen hebben een standbeeld. Hè. Ja. Je hebt Saddam Hussein, Stalin, ikke. Meestal gereserveerd voor dictators, maar hier toch wel voor de komiek. Dus wel schoon. Dat is die van Tollem. Ja, die vind ik wel. Dat is wel tof. Ja. Ik hoop dat ik er ook ooit een en hem later. Zo, ik zou er gerne een en hebben op het Conscienceplein, dat ze die eraf gooien, ze noemen dat het Agnewplein, en hij zet dat eronder. Hij leerde zijn volk lachen. Dat zou ik ook of doen. Niets. Hij leerde zijn volk helemaal niks. Ja, maar ik heb er wel serieus op aangedrongen. Die zijn er in een periode gekomen dat we na elke populaire strip een standbeeldje kregen. In Middelkerk Er was een Jommeke, een Suske en Wiske en zo. Ja. En dan kwam die vraag voor in Tollenbeek. Maar mensen, ik besta wel echt. Hè. Ik vind dat een beetje gênant. Ja. Want af en toe steekt er een condoom op dat vingertje, dan heeft er al een wc-bril aan mijn nek. Ja, er heeft er hier een zo'n fiets ertegen geparkeerd, dat vind ik ook al een goeie. Maar het is daarom, ik zeg, ik wil absoluut de hond en de vlieg erbij, dat 100% duidelijk is dat het een stripfiguur is. Je kunt het niet altijd uit elkaar halen. Want die beeldhouwer is een vriend van mij vanuit de streken. Hij heeft de kop toch wel een beetje gemaakt als de Urbanus van in de zalen die de mensen uitlacht. Ja. Want alle kinderen moeten daar langs voor naar school. Hè. Daar rechtover is het schoolke. Ja. Die gaan naar school. Ja. Ja. Ja, maar ja, kijk, passeer ik daar altijd. Als dat is daar wel een... Als er zo van die rallies zijn of fietstochten, dan is er altijd iets rond dat standbeeldje te doen. Als ik daar dan echt passeer, dan wordt die euforisch. Nu staan er wc's. Ja, inderdaad, van die Dixie-wc's. Wat was het idee achter de vernepelingsjes toen dat je daarmee begon? Ik was naar een tentoonstelling geweest van Jan Bosgaard. En ik had daar zo wel bewondering voor. En hij had mijn personage al een keer gebruikt in de Humo. Hij had daar een strip, het Pest in het Paleis, heette dat. Ja.
En ik was daar een puis, een vrije klootzak van een puis waarvan alles mee misliep. Ja, ja. En, maar dat was zo'n politieke strip. Ja. Ik weet niet dat ik op die cover sta, ik ben er een paar keer ingekomen. Maar toen dacht ik zo, ja, de Alain Grootaars, die was toen, denk ik, hoofdredacteur van P-magazine of Panorama of zoiets, P-magazine denk ik. En die vroeg dat, zou jij zo een keer geen BV-strip kunnen maken? Ja. Zo dat elke week een BV inkwam. Oh ja, ja, oké. Maar zo na een jaar of anderhalf jaar, de Jan kon dan niet meer volhouden. Zo iedere keer zo twee pagina's. En ja, zoveel BV's zijn er nu ook weer niet. Nee. Zeiden, ja, we gaan ermee stoppen. Ja. Maar toen zei Alain, ja, maar ja, we hebben nog een maandblad ook, de Shea. Ja. En ja, dat is zo ja, luxueuzer, mooier papier. Ja, ja. En eigenlijk zouden de verneplingen daar, ja, mag dat echt vol, moet dat zeer sexy zijn. Want ja. Jan, zijn specialiteit is gewoon vrouwen tekenen. Ja. Dus dat zou een perfecte combinatie zijn. En in het begin zocht ik dus altijd een reden om die of die bekende naar een blote te krijgen. Eerst was dat de frietkot dat ontploft en al haar kleren weg. Ja, ja, ja. Maar op de lange duur, ja, kunnen dat niet blijven voorzien. Dus die kwamen altijd hier in een blote direct straat af. En ja, dat ging soms wel heel, heel ver. Maar ik laat me altijd een beetje misleiden. Je maakt dat dan voor zo'n maandblad voor mannen. En dan mag dat ver gaan als voor mannen. En dan komt er een strip van, en dan zit op de boekenbeurs, en dan staan daar zo'n klein mannetje met milke, melke, mol en een verneperlingske. Ja. Oei, dat is daar niet voor bedoeld. Ja. Dat is altijd goed, hè. Ik moest lachen, dat ik weet nog dat ik binnenkwam in de mechaniekstrip in Antwerpen, en dat iemand tegen mij zei toen, de Jan die dat daar achter de toog stond, dat was die is een stripping, die zei van, nou moeten wij weten, hier, de verneperlingsgeschaak komt erin. En dat was zo een camion vol komieken dat ze omver gereden hadden, en ik lag door dan even de Geubels en even nog een paar andere mensen. En voor hun was dat ook zo'n soort... Gast dan nu in een strip, hè, waar dat, ja, inderdaad, daar. Ja, dus het is wel funny dat dat toen gebeurd was. En ik vond het wel grappig, omdat mij dat deed denken, om iets dat eigenlijk heel jaren geleden, nee, u gebeurd was, in de hoed van Gerard de Duivel. Ah, ja, ja. Dat van, zat in de hel. Van, zat de guy in de hel. Ja, ja, zo, dan ja. zie je zo dat, wie was dat? Stalin net er zat. En zo, Hitler. En Hitler en guy. Met zo'n bakje stro. Omdat jij, en ik dacht echt zo van, amai, deze is echt wel full circle of zo. Deze is zoiets dat ik ook als je klein bent en je leest dat soort dingen en je hoort dat soort dingen, dan denk je nooit dat dat ooit iets met u gaat gebeuren. Ja, ja. Zo heb ik Mero ook leren kennen, die dat dan mij ook in een van zijn strips gestoken had als verhuizer. dat was ik in verhuizers Geubels of zoiets, en hij was dat dan de brains en ik was die lumpen die dat zo de meubels verzet. Dus dat is wel grappig dat dat gebeurt. En ja, hier, inderdaad. Ja, dat is een keigoede tekening. Zo met Napoleon en Hitler en Ayatollah Khomeini. Ik sta daar ook op mijn klakske. Arafat en jij. Zo. Ja, dat is toch fantastisch dat je in de helm mocht gaan zitten met die mannen. Ja, ja, ik vond dat heel grappig om te merken. Zo ineens dat je door had, hey, dat is Urbanus. Ja, ja, ja. Maar jij bent nu aan het toeren met een show. Ja, trekt op niks. Trekt op niks. Ja, goeie titel ook. Ja. Vooral, ik, de eerste keer dat ik dat las, dat, ik kon dat toegeven, had ik dat niet deur. Ik zie zo trekt op niks, denk je, was dat? En eerst zo, oh, for fuck's sake. Zo, als je zo deur hebt wat dat is. Maar, je hebt nog altijd, want je hebt een hele tijd niet getoerd. Hè? Want ik weet toen dat ik u leerde kennen, dat zat in die periode dat jij niet speelde. Ja, ja. En dat ik toen aan u vroeg, ga je dat ooit nog doen? En dan zei je, wow, ik weet het niet en ik ben niet zeker. En, terwijl nu ze het toch vol een bak terug aan het doen. Zijn er van plan van te blijven gaan? Hè? Dus zoiets van de shows blijven komen? Of? Wel, de vorige show, dat was het verlengstuk van Sportpaleis. Daar konden dus al uw hits. Hè? En ja, de mensen horen graag natuurlijk je hitjes, maar dan zijn er, die zingen altijd hetzelfde. Nu hebben we een compleet nieuwe show. Ik denk dat er een stuk of 10 allemaal nieuwe liedjes van de laatste cd in zitten.
En ja, als er dan zo kinderen meekomen, ik denk, ja, allee, dan is het zo, als ik een nieuwe show maak, dat zit er allemaal niet in. Ja. Maar af en toe moet je daar je voeten aan vegen. Ik neem daar als voorbeeld iets dat Neil Young ooit zei. Weet, mm-hmm. Neil Young was like Bob Dylan, ook plots van een akoestisch gitarken overgeschakeld naar een elektrische ja. groep. En hij stond daar dan in zo'n gigantische hal. En hij begint met die groep, Wild Horses, nee, of hoe heet zijn groep? Crazy Horse. Neil Young en Crazy Horse, ja. En ze begint te spelen en dat volk... razend. En dan, wait. Let's make a deal. First, let us play the new record. And when that's finished, we will play all the songs you have heard before. En ze, yeah! En ze spelen heel in een... in een set. En dan even... Oké, now second part. En ze beginnen terug hun nieuw plaat. En dan van, what? I told you you heard the songs before. En die heeft gewoon twee keer zijn plaat gespeeld. En eigenlijk vonden ze dat tof. En ik vind zo, als artiest moet je daar je kloot aan vegen. Je moet de mensen altijd een stap voor zijn. Ja. Als je begint te brengen wat ze vragen, ja, dan kun je even goed voor een baas gaan werken. Ja, dat is absoluut waar. Ja, ik heb dat nooit gehad, omdat ik niet mee... Jij echt zo hits in de zin van liedjes dat mensen willen horen. Bij mij was die Sportpaleis eigenlijk ontstaan, die allereerste, omdat ik toen al... Ja, zelfs langer. Hè. Officieel heb ik het op 10 jaar gehouden toen, omdat dat er goed uitzag op de poster. Maar eigenlijk was ik al zo 11,5 of 12 jaar bezig. Maar dat ziet er niet zo goed uit. 11,5 jaar op het podium. Ah, nee, dat is een beetje een nozel. Dus ik dacht, ja, 10 jaar. Maar dat was zo... Ik begon te merken dat ik, als ik na de show... gewoon ik dikwijls zo signeren op een t-shirt te staan. En dan kwamen er veel gastjes naar mij die zeiden, zeg, die moppen over Star Wars en dat, doe jij dat nog? Ja, ja, ja. En dan had ik zoiets, ja nee, dat is al lang geleden, maar je voelt ook dat je, dat publiek was toen te jong voor dat gezien te hebben in de zaal en die wouden dat nog zien. En dat was het moment dat ik dacht, oké, misschien moet ik dat ene keer nog eens doen. Ja. En dan, ja, waar wilde dat dan doen? En toen kwam iemand aanzitten met Vorst Nationaal. Mm-hmm. En dan had ik zoiets van, ja, waarom dan niet gewoon in het Sportpaleis, nu dat we toch bezig zijn. En natuurlijk, ik herinner me dat nog, als ik zo op de persconferentie, dat moest gaan mededelen, ik zat daar zelf ook zo van, waar ben ik hier om begonnen? Ja, en die zaten ook naar mij te kijken, die waren mij bijna niet aan het uitlachen. Ja, ze van, denk te gaan nou echt dat daar volk op gaat afkomen. Ja. En dan, we hadden niet kunnen, ik had niet kunnen voorzien wat dat ging worden, uiteindelijk. Maar het best stof gegeven, dat had ik toch ook het gevoel, als ik zo'n zaal ging vullen, dat ik dat nodig had. Ah ja, natuurlijk. Dat ik dat niet zomaar ging doen met een show. Nee, het is dat. Dus, maar je hebt daar toch wel een nijlpaard in de geschiedenis neergezet. Amai, dat had toch niemand u voorgedaan, hè? Hier niet, in ieder geval. Nee. Ik bedoel, ook niet in Nederland, hè, want dat begint nu meer en meer te gebeuren. Echt, nu begint dat ook zo megalomaan te worden, dat je op den duur denkt, ja, wat moet ik na een voetbalstadion van... Ja, ja. Hè, zo Kevin Hart, hè, denk ik, in Amerika, een voetbalarena van 100.000 man gedaan of zo. Maar dan begin ik ook een beetje te voelen van... Ja, hoeveel naar een scherm hoeveel zit er nog voor uw ego te doen? En wat is er eigenlijk nog leuk voor dat publiek? Voor het publiek, hè. Ja. Ja. Allee, dat zei André van Duin ook, en nog ergens een andere. Die... ik was... Wanneer was verleden jaar of 2 jaar geleden, weet ik niet. In Holland is er iets plezant... dat ze weer in het leven geroepen hebben, dat is zo een trofee, een wisselbeker die artiesten aan elkaar uitdelen. Ja, ja. En dat heet veer in de reet. Ja. Dat is een blote kont in uit en daar steekt een pluim in. En nu was dat Paul van Vliet, had die de laatste keer gekregen. Het is Brigitte Kaandorp, ik weet niet of je die kent. Ja. Die wil dat in leven roepen weer. Ze had mij gevraagd of dat ik hier Peter daarvan wou zijn, maar ja, dan moet ik iets organiseren. Mm-hmm. Maar misschien wel, waarom niet? En... Paul van Vliet, ja, die mens is al in de 80, die ging die trofee uitreiken aan Joep van het Hek. Ja. Hè? Maar die mens, ja, die was juist, die is moeten stoppen, die was al een paar keer onwel geworden en die had een heel zware hartoperatie achter de rug. En die was denk ik net 1 of 2 dagen uit het ziekenhuis en hij kwam toch voor die trofee.
Maar er zat daar 200 man. Hè. Mm-hmm. En ik kwam net binnen met Freek de Jonge. Hij zei, hey nou, Urbanus, jij hoort er nog bij. Zo, ziet dat daar? Dat moet allemaal uit dezelfde ruif eten. Wie zijn die klootzakken? Al die nieuwe stand-upers. Ja, 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 ja. Wie zei dat vroeger? Waren we met 7 of 8 met jou erbij als vervelende klier? Ja. Maar nu zitten ze daar mee onder. Maar zie, toen kwam Freek. Dat vond ik wel een goeie mop. Want in de kranten, Freek en Joep... Freek die was een klein beetje... Allez, of dat een verrecht is, weet ik niet. Maar we hebben gewoon kritiek te schrijven over links. En Joep is nog altijd zeer links. Ja, 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 ja. En die hebben constant miserie met elkaar. Maar Freek, ja, voor de prijs. En Joep van Teck, ja, die zat daar zo nog, nog helemaal bleek. Brigitte zei, ja Joep, vroeger was je een klein mannetje. Maar nou ben je een bleek, schiel klein mannetje. Zo ging dat maar door, in plaats van wij vinden het tof dat je hier toch zit. Ja. Maar dan de Freek, dat vond ik super. Ja Joep, vanuit de bodem van mijn hart, word snel beter. En heel die zaal recht, want ze wisten dat die altijd een doel hadden. Jullie begrijpen het niet. Ja. Ik bedoel als cabaretier. Ja, ja, ja. Ik bedoel als cabaretier zijn gezondheid kan mij gestolen worden. Maar daar kon de Joep ook mee lachen, als het maar brutaal is. Maar daarna, de Freek, die moest daar snel weg. En dan was dat allemaal op zijn kap. Maar ja, ik had niks voorbereid. Els de Schepper heb ik daar ook gezien. En ineens word ik daar op dat podium met een pianist, moest ik zo dat liedje Grootvader geplant. Ja. Dus, ja, of Rustige Oude Dag, Rustige Oude Dag. Die begin, gelukkig had ik dat in een tour met de fanfare met een band gespeeld, want als ik zelf niet speel, dan ben ik mijn weg kwijt. Mm. Ik heb er mij toch door gefietst, want die pianist volgde me wel een beetje. Ja. Maar dat kun je daarvoor hebben. Maar ja, in Holland, ik denk dat zij sneller het brutale van de humor hadden dan wij dat hier in België mochten. Ja, ja, sowieso. Ja. Hoewel dat ik dan toch erin geslaagd ben om brutaal te zijn voor Nederlanders. Dat die al zoiets hadden van, nou, ze gaat toch wel een beetje harder dan dat we het hier gewend zijn. Wat wel grappig was, want ik denk dat je Hans Steven en zo gewoon zijn, dan zit het toch al wel iets gewoon. Hè? Maar toch klaarblijkelijk. Omdat ik zo een aantal dingen aansnee als Israël en zo. En daar hebben ze het wel heel moeilijk mee. Allee, is in Nederland echt zo not done, zo. Maar ik heb toch het gevoel ook bij iemand als Freek de Jonge dat hij het heel erg moeilijk heeft met die nieuwe generatie. Dat gevoel heb ik bij u niet, eigenlijk. Oh, nee, absoluut niet. Ja, omdat jij ook zegt van André van Duin dat hij ook niks van stand-uppers moet hebben. Nee, dat niet. Maar ik heb nooit het gevoel gehad bij u dat jij dat had met een nieuwe generatie comedians. Nee, dat niet. Maar soms, er is een periode geweest dat ze me ook regelmatig vroegen, zo, we hebben een fantastische line-up. Maar ja, als ik ergens alleen sta, dan heb jij ook een gevuld die zaal. Waarom moet je dan met 5, 6 in zo'n achterkamer? Je staat daar dan ook een hele dag. Maar, ik ging nu iets zeggen, ben het vergeten. Dat is de leeftijd. Ja. De leeftijd. Goed. De Alzheimer begint, ik kan eindelijk de plek innemen. Het is genoeg. Weet dat niet meer wie dat je zegt. Jij zult dat ook hebben, een associatief geheugen. Ja. Zo, mijn moeder is een paar maanden geleden gestorven en ook allemaal totaal dement aan het worden. Hè. Ze herkennen u niet meer en zo. Maar zie, die hoofdverpleger vertelde daar iets, dat vond ik dus zo grappig. We weten allemaal, mensen die dementeren, mm-hmm. het enige dat je nog herinnert, dat is bijna van je kinderjaren. Alles wat zeer diep in je lange termijn geheugen zit, dat marcheert nog. En alles wat korterbij is, dat gaat stilletjes aan weg. Ja. En die mensen, ja, het is niet alleen dat ze zich hun jeugd herinneren, ze denken ook. Hè, alle 2 keer per dag. Hoe oud ben ik? 94. Maar nee, ik ga mijn communie doen. Maar zie, iets dat ik niet wist met Pasen, was dat daar een rooftocht. Nu blijkt dat ook met smaak hetzelfde geval is. Als kind, de smaak die het meeste indruk maakt, dat is zoetigheid. Hè? Chocolat, snoep en zo, dat zit er diepst in. Andere smaken, zout, bitter, zuur, dat komt later. Ja. En die erkenning van die smaken zijn die mensen ook kwijt. En zie, met paas, dat was dan een rooftocht. Dat kost bij iedereen de pralines en de eieren en de chocolade gaan pikken. Die joukens, die gingen overal chocolade pikken. Want dat was de enige smaak die ze nog herkenden. Ja. Ze gingen geen cornichons gaan pikken of zo.
En dat vond ik eigenlijk, ik zeg ja, dat niemand eraan gedacht heeft dat dat ook het enige is. Ja. Alles wat. Eigenlijk, ik weet dat al, een bakje vol met streul, heb ik een beetje om die reden gemaakt. Ik heb 2 jaar bij de Paterkes gezeten, daar was ik ook al wel een beetje een rebel in Aalst. Ik ging naar het internaat, weet je waarom? Omdat ik dan op school kon blijven eten. Zo dom. In de gemeenteschool, ik vond dat zo tof. Mama, mag ik een keer zo'n kruikje met koffie meedoen en met een paar boterhammen? Nee, al wie binnen een straal van 500 meter van de school woont, moet 's middags naar huis gaan eten en wie verder woont, mag zijn boterhammen. Ik was ik daar altijd met een tweede, of met een eerste, en toch heb ik dat nooit kunnen regelen op die 6 jaar. Als ik, meester, mag ik een keer... Nee, uw moeder heeft patatten gekookt, ze moet dat gaan opeten. Maar nee, de meester heeft gezegd dat jij naar huis gaat, niks te koeten. En voor mij werd dat zo... Ja, dat was zo'n berg waar ik over moest. En dan kwam daar zo'n bruine pater in ons kerk, een keer preken. En na de vakantie ronselde die zo de 5 eerste van elk schoolje waar hij ging om die naar dat college in Aalst te krijgen. Ja. En ja, mijn ouders zeiden, maar nee, onze Urbain, die zit altijd in de bos met zijn konijnen en zijn vogels. Wat gaat die in een internaat? Die, ja, maar mag ik daar blijven eten? Maar je mag maar alle 4 weken naar huis natuurlijk. Ik ga naar het internaat. En dan ja, onze pa en ons ma, ja, maar ja, voor ons is het goed. Maar komt daarna niet janken dat je dat niet graag zei. Nee. Oké, ja. Na 2 dagen was ik daar al niet meer graag. Maar ik te fier om dat toe te geven. En ja, ik had dan 6e leerjaar. Het zesde lager. En dan ga je normaal over naar de Latijnse. Naar de 6e Latijnse. Maar wij moesten 7e voorbereidende doen. Eigenlijk is dat een jaar blijven zitten. En het eerste jaar was ik daar met een 4e van de klas. Er was nog een, de jongen die altijd eerst was, die was toen 2e. Ja. Maar ik zei, ja maar wacht een keer, als ik hier zo blijf gewoon studeren, ja dan zit ik hier tot in de retorica, hè. Ik moet hier buiten geraken. En ineens deed ik alsof ik dat niet meer verstond. Ik was alles aan het voltekenen met mannetjes en op de muur. En dan op de lange duur zat ik echt... Op de laatste rij banken, want er waren lege rijen naast het geraamte. Ik moest dan naar de prefect gaan. Hè. Dat was een zwaar periode. Mijn enige kameraad, dat was een standbeeld van Jezus dat daar stond. Ik was er altijd tegen aan het klappen. Maar ik moest bij die pater. En die pakte zo met mijn fabrieken, trok ze mijn fabrieken omhoog. Ja. Wat wilde jij later worden? Tekenaar. Paf! Een klop tegen mijn kop. Hè. Wat wilt je later worden? Tekenaar. En zo kreeg ik zo een stuk of 5, 6 goede lappen. Tot ik zei, pater of dokter of chirurg of advocaat. Ja. En ja, maar dan kwam ik ze met een rode oor op de speelplaats. Je wordt daar dan nog mee uitgelacht. Dat was serieus vernederend. Hè. Ik was 12 jaar. Maar elke middag tijdens de grote spelen weer bij die pater. En ik kon dat altijd langer en langer volhouden. Die kletsen. En uiteindelijk is die moeten stoppen, want die kreeg artrose aan zijn hand. Nee, maar weet je wat ze dan deden? Omdat die wilde mijn geest breken. Ja, ja. En, dat is wel zat, hè, man, dat in die tijd dat zo ging. Maar weet je wat ze toen deden? Ik was toen ook al mopjes aan het vertellen. Altijd zo op de speelplaats een groepje van 5, 6 man rond mij. Ja. Ah, ja. En wel, toen zeiden ze, weet je wat jongens, die Urbain, die maakt zijn straf niet meer. Al wie nog na stem staat, krijgt straf. Maar je zit in een internaat met 400 leerlingen. Hè. Dus dat is totale psychologische isolatie. Maar dat vond ik dat niet erg, want ik was altijd iemand die graag alleen was. Ik vloog regelmatig naar de slaapkamer. En ik met die man, die dachten altijd, een straf, dat is afzondering van de groep. Ja. Hadden die mij willen straffen, ze hadden moeten zeggen, meedoen met de volleybal. Ja. ik vloog dan de kamer in. Maar ja, ik vertelde dat, daar zat dan zo'n groepje, hè, en ik mopjes aan het vertellen. De pater is daar! En die schoot in alle richtingen uiteen, zo precies een hoop doppers, waar dat je een overal tussen gesmeten hebt. Maar daar heeft er mijn pater een keer gezegd, hè, geef mij uw kind van zijn 2, 3 jaar tot zijn 6e of 7e. Ja.
En dan heb ik die een heel zijn, de rest van zijn leven in mijn macht. Ja. Alles wat dat ik als volwassene aan dat kind zeg, het is zo. Ik schiet daar een pijlje in en die hersentjes zijn nog super mals. Dat gaat er tot heel diep in. En wat ik zeg, zo zit de wereld ineen. Die geraakt daar nooit meer vanaf. Zelfs als hij op zijn 18e, 20e begint te revolteren. Oh, Tommy, ik geloof niet meer in die ding. Ja. Ik geloof niet meer in God. De momenten van grote paniek of grote miserie gaat hij daar toch altijd terugkomen. En als er zo'n jonge gast roept, ik geloof niet in God, zegt hem ondertussen toch niet, ik geloof niet in Allah of ik geloof niet in Boeddha. Het is in die van mij dat hem niet gelooft, dus die zit erin. En ik heb dat onthouden. En ik heb toen bakske vol met stro gemaakt met de bedoeling, weet je wat, pater, ik ga er een pijlje van mij naast schieten. Naast die kleine van twijfel toch ook maar. Maar er zat een boodschap in dat liedje. Daar waren ze kwaad voor. Dat was het demystifieren van al die goddelijke toestanden. Maar op het einde, het laatste zinnetje, Jezus is gelijk een groot, nu is in een sportwagen gekropen. Al wie dat mij volgen wil, zal vreedhard moeten lopen. Maar dat was gewoon, als je Jezus zijn leer wilt volgen, ja, daar moet je nogal wat voor doen en laten. Hè. Ja. Dat is niet simpel. Hè. Je kunt geen niet zomaar doen wat je goesting hebt. En ik heb dat dan gewoon het woord volgen, de andere interpretatie gebruikt. Ja. Daarmee, hè, Jezus zei, ja, al wie de mij wil volgen, moet zich wel aan mijn regels houden. Ja. En dat is moeilijk, maar daarmee maakte ik het beeld van, hij kruipt in een sportauto, al wie dat mij volgen wil, en daardoor maakte dat een beetje belachelijk. Maar ik zag dat ze op het einde, was dat voor mij, ik lach er hiermee, maar op het einde is er toch een zinnetje dat je tenen moet uitkijzen als je... Jan de Wilden had mij dat ook eens gezegd. Hij zei, ik geloof niet in God, maar ik leef wel naar zijn geboden. Ja. En ik vond dat zo schoon, want een mens die niet gelooft in de hemel of het paradijs, maar toch niet moordt en brandt en steelt, die verdient meer het paradijs dan een die het daarvoor doet. Ja, ja, ja. Een die zich laat ontploffen om in het paradijs, ja, die doet dat wel voor zijn eigen. Ja. Maar als ik... Je kunt goed zijn voor de mensen zonder dat je denkt, ik ga hier een beloning voor krijgen. Ja, is dat niet edelmoediger dan dat je doet? Oei, oei. God of Allah, die zijn rechterhand, dat moet nogal... Wie dat er daar allemaal aan die zijn rechterhand zit, dat moet nogal een poot zijn dat die neemt. Je mocht aan de rechterhand van God, maar jongens... Dat soort dingen, de pater vertelde zo. Jezus zei, de eersten zullen de laatsten zijn. Hè? En ik dan zei, pater, en de tweede zijn die dan tweede laatste? Godverdomme, die kon er nooit overweg, maar dat was toch een logische vraag. Veel van uw werk is religie en ja, ik een beetje de dood. En ik heb zo'n stuk gevonden, niet om niet eens emo te gaan of zo, maar ik vind dat wel een uniek stuk. En je zult het direct herkennen. En je bent eigenlijk de enige levende nog in de scène. En dat zijn eigenlijk allemaal mensen die volgens mij jonger waren dan nu. Hè? Ja. Frank Kandenburg nu, denk ik. Ja. Ja, de Frank Onkel Achille. Het dingetje is heel snel gestorven, Sylvia Millekamp. Die had borstkanker, Iris, zei Sylvia. Ja, dat was, en dan Mark van Egem. Ja, onlangs Mark van Egem. Ja. Ja. Ja, weet je, die scène, dat zit nog altijd in mijn hersens. Allee, ik ken niet meer heel die verloofscène zo, dat ik ze met die verloof. Ja, supersonische. Ja, maar ik ken het niet, maar ik zat een keer aframmelen. Hè. Na inbouw van de katalysator en de sonde heb ik de multifunctionele regeling van de hydropneumatische achterasbelasting voorzien van een overdrijfkarakteristiek, vandaar dat de omwentelingssnelheid van de delco en de nokken als de hoofdremcilinder voor 28% gunstig beïnvloedt. Er komt nog een stuk achter. Maar ik had dat echt van buiten geleerd in de hoop dat ze daar één scène om te bewijzen. Maar ze hebben dat toch in 20 stukjes geknipt. Ja, wat dat beter is voor de film. Maar ja, dan kun je trischen. Hè. Ja. Maar we hebben na levend bewijs dat je dat helemaal in één keer kon. Dat is wel zot dat je dat nou al die jaren nog weet. Wel, een jaar of een show of 2-3 geleden zat er zo een stukje, heb ik er een stukje van gebruikt. Een vent komt thuis, of ik kom thuis, ik had mijn vrouw bedrogen, maar die was erop uitgekomen. Ah, wel, wat heb je daarop te zeggen? Na inbouw van de katalysator. Ja, wat is dat? Ja, je moet toch iets zeggen? Dat was een absurde. Daardoor zit het nog extra in mijn kop geprint.
Maar ja, je moet toch wel, ik moet daar wel meer en meer voor doen. Maar nu met de nieuwe show, ik heb ondervonden, als ik iets wil echt rot repeteren in je kop, ja, als ik ondertussen ga fietsen, hè, is er, of iets anders, is er meer bloeddoorstroming in de hersens. En dan gaat dat gemakkelijker. Want ik heb, nu zit er in de show ook een leken dat puur geheugen is. Ik zeg zo, ja, de kinderen vragen mij, Urbanus, wanneer gaan ze nog iets maken als Hittentiet of Rikketiek? Iets dat we op de speelplaats kunnen spelen. Zeg, maar ik zal voor u een kinderlieken maken, hè, en leer dat dan van buiten. En dat heet ordinaire spam. En, want dat is ook zonder dat daar een systeem in zit. Sakos salami sanitair, salmonella sabayon sabam, saragossa sabotage saxofon, safari silicon stinkswan, samurai satelliet scampi, scorseneer symfonie studam, sacristie stappenplan schaakmaat, schapenkop, San Siveria trap. Zo gaat dat nog ja, door. Ik kreeg daar dan zo een brief. Zeg Urbanus, wij zijn dat hier al 4 weken aan het oefenen. We zitten nog maar aan 2e regel. Maar nu blijkt dat er toch... Ik kreeg vanuit Sint-Niklaas een leraar. Ja, Urbanus, er zijn hier een paar mannetjes van mijn klas, die kennen het van buiten. Ja. Maar ja, dat is dan de kloterij. Ja, wel voor de kinderen, en dan maak ik ze weer op een jaar. Maar nee, ik vergeet veel, maar als ik op u iets focus, dan gaat dat erin. Hè. Ja. Dat is altijd als bij u ook, hè. Uw geheugen, dat is een banksken en dat zit vol met gast. Kom jong, zet er u bij. En dan valt er van de andere kant die een ja, af. Ja, ja, ja. Absoluut. En hoe ouder dat ik word, hoe harder dat ik dat voel. Wat ik vroeger had, als ik zo films zag, dan kon ik die dialogen bijna instantly van buiten opzeggen. Ja, ja, ja. En dat wordt ook moeilijker. Je vergeet veel rapper dingen. Ja, ja, ja. Dus, en jij bent nog 100 jaar ouder, dus dat zal dan nog wel... Ja, maar als ik mij op iets focus, dat gaat dan nog maar zo... Bijvoorbeeld, je bent dan iets aan het denken en je legt dat lepelje daar zo. En dan daar, waar het dat lepelje gelegd? Ja, dat weet ik niet. Zo banale dingen, dat verlies erop. Hè. Dat klopt. Is dat iets waar je... Want dat is bij mij... Als ze mij meestal vragen om mijn grootste angst, dan is dat om mijn geest kwijt te geraken. Ja. Heb jij dat ook niet? Zeker nu dat je, wat je vertelde over je mama die dat dan dementeerde. En ja, is dat iets waar jij zelf soms aan denkt van... Ja, natuurlijk. Ja. Gaan wij dat allemaal krijgen? Hè? Maar ja, probeer ik. Zie, nu denk ik weer al aan iets. Luc Appermond en Bart Kael zaten in een radioprogramma. En Luc Appermond, zijn moeder, was ook overleden na dementie. En hij zei, ja, ik ben zo goed als zeker dat ik dat ook ga krijgen. En dan de Bart Kael. Ja, maar ja, dan kom ik u 1 keer per jaar bezoeken. En dan zeg ik, allee, tot morgen, hè, Luc. Je weet jij dat toch niet. Wow, ja. Dat vond ik super. Ja, zolang dat we er kunnen mee lachen. Allee, je moet... Ik heb nooit in mijn leven een gehandicapte mens uitgelachen, maar ik vind het een groter belediging om die mensen straal te negeren. Ja, ik ook. Overal absoluut. Als en nog wat. Absoluut. Ja. En je moet, ik ga hier nooit mee naar lachen. Hé, jij bent een been kwijt. Nee, want het is ook zo. Hè. Het is niet omdat iemand een been kwijt is, dat dan een toffe mens is. Hè. Nee, absoluut niet. De Kamma heeft zo'n goede grap. Hè. Mogen de lachen met een blinde? Nee, mogen de lachen met een blinde pedofiel? Ja. Maar ja, je lacht met je eigen, met je ouders, met de burgemeester, met de paus. En die mensen moeten dan straal negeren. Ja. Nee, daarmee zat met mij vroeger. Ja, ik moest naar een optreden en een nonneke was met mij aan het rijden. Hè. Allee, haast u, anders zijn de gehandicapten weg met de gemakkelijkste parkeerplaats. En ja, dan krijg je wel een briefje om, Urbanus, je zou zelf eens... Toch ook eens zo'n verhaal van dat jij zo moest optreden voor zo'n heel zaal en dat jij bloemen kreeg van een? Of dat was toch ook zoiets dat jij... Ja, een paar dingen. Maar ik ga nog iets plezanter vertellen. Ah, wel nee, dat was als ik in de kanten van Eindhoven... Ja, was dan een fan, een madammeke zo van 40, 50, ik weet het niet... En een softenon kindje. Dus in de jaren daarvoor konden de vrouwen pillen nemen tegen misselijkheid. En blijkbaar heel veel van die kinderen waren totaal misvormd. Ja. En, maar die was daar psychologisch waarschijnlijk over. Die kwam altijd zo, als haar armken, ja, dat was zo een stompken. Mm-hmm. Aan haar schouder een stompken met een duim op en daar dan nog een boebelken met een nagelken. Ja. En... Die kwam altijd van die kant op met die bloemen, maar ik zat nog maar in de helft van mijn tweede deel. Hè. Ik
kwam die al op met die bloemen, maar zo goed haar truitje opgerold en dat tjoepje richting de zaal was. Dus die was daar psychologisch over. Hè. En ik zei, oké, okay, dat mens 3 kussen en zo. En ik maakte daar ook geen grap over. Hè. Tof. Maar een paar weken later zat ik weer in de buurt, dan was ze daar weer. En maar, ja, ik zeg, en dan heb ik haar dat gezegd, zeg, madameke, dat is wel vriendelijk, maar je moet wel wachten tot dat het gedaan is, hè, want dat brengt mij een bekken uit mijn lood. En de mensen denken ook dat ik u speciaal daarvoor laat komen, of zoals dat echt midden in de show zit. Ja, dat is goed. Ja. Een paar weken later stond ze daar voor de derde keer weer, nog wat vroeger. En dan, ja, dan flap ik het eruit. Ja, mensen, dat madameke, die is een heel grote fan van mij. Die komt al 20 jaar bloemen afgeven. Haar ene arm is er al volledig van versleten. Nu brengt ze ze met haar andere hand. Oh, en die zaal, en dat was ze kwaad op mij. Is ze dat weer gekomen. Maar ik speel er heel veel voor. Maar zie, ik heb een keer langs de kanten, waar was dat? Nou, Wetteren of zo. Dat was voor een zo'n groot dingen. Je doet voor spasten en Mongolen. Ja. Dat zat daar vol met kinderen. Maar ja, qua timing, als ik aan die mannen zo zeg, wij lagen allemaal in het water. Niks. Bo, we doen ons kleren. Ah, ja. Die lacht er nooit meer op pointen, maar met de aanzet van uw volgende grap. Maar gelukkig zijn daar dan ook verplegend personeel en wat familie. Aan die hun reacties konden ze toch een beetje... Ja. Maar zie, ik zat daar, dat was een gigantische refter en je staat dan zo op trapjes. En vooraan zaten er 2 mannetjes in een rolstoel. He, want al de rest, dat is... En dat spuw, dat vliegt aan alle kanten. Die amuseren zich rot. He. Zeker met de liedjes, die ze herkennen ze. Maar vooraan, vlak voor mij, op zo'n meter voor mij, want er was geen echt podium, waren er 2 mannetjes die hun armen waren vastgebonden aan de leuning van hun rolstoel. Het was dan pauze. En ik vraag aan zo een van die meisjes die daar werkte. Ja, dus het is wel een ervaring. Hè. Maar die 2 jongens van voor, dat zijn zeker de grootste wilderikken, dat ze die vastgemaakt hebben. Ah nee, dat is Hans en Dirk. Nee, Urbanus, we hebben hier iets meegemaakt met die 2. Een week geleden was Anne Christie hier komen optreden, maar die trad toen op zo met een half doorkijkbloesje en die 2 die waren aan hun piemel aan het trekken tijdens dat optreden. En Anne Christie die is bijna van het podium gevallen, die wist niet meer wat ze... En dan heeft een directeur in Brussel gezegd, als er nog iets te doen is, bindt die vaste dingen, allee, dat is, ja. Zou wel een naam hebben... Maar ja, dan staat daar zo'n ruige, langharige Urbanus. Die jongens zullen niet begrepen waarom dat die daar vastgebonden zaten. Ik denk dat ze misschien ook niet de naging hadden gehad als ze losgebonden waren. Ja, natuurlijk hoewel niet, dat je, maar... Hoewel dat je het nooit weet. Ja, maar dat is dan zo weer een van op afstand die die beslissing neemt. Als er nog iets te doen is, bindt die vast, dan zijn we zeker. Ja, iemand van dat huis kan toch wel beslissen als er daar... Ja, ik pijs als die Antwerpse daar van de Lieve Vrouwentoren, dat kun je dat ook geen kwaad kunnen. Hoe weet ze weer? La Esterella. La Esterella. La Esterella. Dan moesten ze die ook niet vastbinden. Dat probleem was er niet. Die had ook een diepere stem dan ons. Dus, Nee, maar dat heb ik zo meegemaakt. Maar ik ben toen ook in de gevangenissen gaan spelen. Ja, dat, vroeger, ja, dat was super links in het gevangen. En ik heb echt in Leuven de allereerste keer gemogen naar huis gaan, gezongen in het gevangen van Leuven. Maar sommige dingen waren, ja, dat was wel raar, zijn in het gevangen. Ja, vooraan zaten er allemaal dikke Chinezen, ja, die zaten daar waarschijnlijk voor drugshandel toen. Uh-huh. En die verstonden er niks van, maar ja, liever daar dan in hun cel. Ja. En ja, als het zo wat rock en roll was, hè, Raymond was daar en dingen en zo, ja, dan deden al die mannen mee. Maar je zit daar dan in een zaal van 200 gevangenen en daar staan 4 cipiers. Ja. En ik begon dan zo te vertellen... En ik zag dan dat hier en daar, maar toch een man of ze die serieus aan het wenen waren. Hè. Ja. Maar dat kwam omdat ik zo dat te vertellen. En dat schuifje van mijn badkamer en dingen en ons moeder en onze hond en zo. En dat was echt zo zout in hun wond. Hè. Ik vertelde over de dingen die zij het hardste misten. Hè. Ja. En ja, die zaten daar te janken, sommige gasten. Omdat ik zo over zeer huiselijke, herkenbare dingen grapjes maakte. En als het zo... Dan voelde dat niet. Ja.
Ja. Ik heb ooit in de gevangenis van Gent gespeeld en ik had dat toen, dat was voor mijn tweede show dat ik aan het try-outen was, en ik begon een stuk over Hans van Temse dat daarin zat. Ah, ja, ja. En er werd heel hard op gereageerd. En ik had zo'n gevoel van, amai, dat is zo buitenproportioneel hard. En na dat optreden, dat ik van dat podium afkwam, zei een gast tegen mij, jij weet toch wie uw techniek hier aan het doen was? Allee. Ja, Hans van Temse. Allee. Dus dat was echt de reden waarom dat iedereen daar zo hard op reageerde. Dat was letterlijk omdat hij daar, omdat iedereen wist die is deze aan het doen. En jij was de enige die dat niet wist. Ja, nee. En ik begon ook over... Oh, dat was ook een bepaald moment dat ging. Dat ging ook een stuk over moslims. En ineens zie ik heel de zaal naar achter kijken. En er zit zo'n rij met vier van die gasten met een grote baard. Die er zo zaten van... En ervan zo, allee, zeg het nou maar. Ik zeg, ik ga mijn eigen niet inhouden, hè. Dus ik ben blijven gaan, want je moet niet laten zien dat je inhoudt, want dan is het gedaan. En op een bepaald moment ben ik aan het rondzien en ik zeg, ik had eigenlijk gedacht, als ik hier kwam spelen, dat jullie zo gelijk Johnny Cash, live at Folsom Prison, dat jullie allemaal aan een tafel zitten met kettingen en dat er zo gasten hier met riot guns staan. Ik zeg, maar eigenlijk... Jullie zitten hier gewoon. Dit is maar één cipier en die ziet eruit alsof dat hem zijn beste jaren al 20 jaar achter hem. Dus dat golle mij wilt pakken, dan kan ik er eigenlijk niks aan doen. En ineens roept er een uit de zaal, kom aan, we pakken hem. En bij mij was er zo één seconde dat ik dacht, als die dat nu doen, dan ben ik echt gescheten. Dus dat was wel een ervaring, maar ik vond dat wel heel tof of zo. Dat is wel een sfeer, hè. Amai. Maar ik heb in Leuven gespeeld en dat waren twee levenslang veroordeelden, organiseerden dat. Die hadden binnen hadden die een relatieve vrijheid. Maar zie, dat was weer iets psychologisch dat mij opviel. Die mensen zitten daar, ik was daar toen met Jan de Wilde. Ja, hè, Jan de Wilde was toch wel heel bekend en ik ook. Dat zijn wij. Bij die mensen moet dat zoiets zijn, maar wie zijn wij? En eerst komt er een bij ons... De kleedkamer was dus een leegstaande cel. Zeg, jongens, dat was Marcel en André of zo. Zeg, jongens, je moet niet aan de Marcel vragen wat hem gedaan heeft, hè, want die heeft een kind doodgeslagen en dingen. Maar nu gingen wij dan niet vragen. Jongens, ik zeg het maar, you never know. Die en een weg. Twee minuten later komt een andere. Zeg, je moet aan de André niet vragen, want die heeft zijn vrouw vermoord. En zo. Maar die waren dat alle twee. En ik denk... Zo'n mens die levenslang in het gevangen zit, die is een numero. En tegenover ons waren die liever hun misdaad dan niks. Dat ze zich daar beter bij voelden. En waarschijnlijk hadden die dat afgesproken. Zeg, jij zei wat ik gedaan heb of zo. Of, ik weet het niet dat ze het afgesproken hadden, want het viel enorm op. Dat de ene van de andere kwam zeggen wat ze gedaan hadden. En ik denk dat als mens het meest vernederende dat moest zijn, dat je niks kon aan 0-0 zijt. Ja. En dat die nog liever zeiden, ik heb dat gedaan, dan zeiden tenminste dat. Ja. En anders zeiden een plant. Ja, dat is ook weer eens. Ik lag in de coma en ik hoorde een dokter, de chirurg, zeggen, de Urbaan is, het is er ver mee gedaan, hij leeft nog juist gelijk een plant. En dan bracht ze dan naast mij een binnen vegetariër die al een week niks geet. Ik schrik. Alright, Urbain, het was mega cool. Merci dat jij zo langsgekomen. Het is een hele eer om u te ontvangen. Nee, maar ik doe het voor u, wil ik dat met veel plezier doen. Ik voel mij zeer vereerd dat jij dat voor mij speciaal wilt doen. Jij gaat nog 40 keer spelen, geloof ik. Hè? Ja, dat is vanaf... Vanaf september ergens tot december. Ja, doe de Nederland ook nog? Of alleen België? Daarna ga ik met die show naar Holland, maar dat begint ook pas in 2019, in september. Want je moet al die programma-boekjes, dat wordt alsmaar eerder en eerder gedrukt. Ja, ja. Maar met deze show zit ik met een probleem. Allee, niet dat er al waarschijnlijk een generatie van mijn fans eruit gestorven is. En ik heb... ik zit niet zoveel als Gubbels in de wereld draait door, dus ik denk zo... Maar nee, dat is dan het probleem van... Als ik overal één keer kan gaan spelen, ga ik al heel blij zijn. Hè. Ja. Maar deze show zit zo bomvol met typisch Belgische, Vlaamse dingetjes. Ja. Ik lach zo met iedereen, allemaal BV's en zo, die zich inder totaal niet kennen. Nee. En dat gaat ver. Hè. Ik heb zo... Een running gag met allemaal mopjes. Dat begint zo met een apotheker van wacht. Hè. Alle cafés waren dicht en Jean Blout en ik naar een apotheker van wacht. Twee hoestsiropen alstublieft. En pakt u zelf ook in. Alle cafés gesloten. Maar dan gaat het zo door. Hè.
moest de lieken gaan spelen op de zondag in een kleuterschool. Rikketik, maar ik was mijn kapodasterke vergeten. Ja, god, alle muziekwinkels dicht. Ik moest naar een kapodasterwinkel van Wacht. En ja, Jan Smeets en zijn vrouw zaten daar. Maar waar gaat dat over? Ja. Ja, dan moet je beginnen een equivalent. Ja, en dan is dat de kapodasterwinkel met weekenddienst. Ja, dat klinkt, dan klinkt dat allemaal niet meer. Hè? Nee. Ze zeggen ook wel met nachtdienst. Maar ja, ik heb dat vaak ondervonden. Hollanders, die hebben vaak... Wij hebben een woord voor iets, maar zij, hun woord is vaak de beschreven betekenis. De Indianen, die hadden dat ook. Hè. De Indianen, die hadden geen woord voor zout. Dat was zo... Ugh. Geef mij dat wit poeder dat smaak geeft aan het vlees. Ja. Wat zeg de geil hier tegen zout? Het wit poeder dat smaak geeft aan het vlees. En dat heb ik al vaak tegen. Toen denken als we nou Bob hadden, hoe dat een Nederlander een gruitenwisser noemt. Zo'n haal de regen voor je raam weg, heen en weer stang. Dat is zo'n veel te moeilijke lange zin. Is dat van mij? Dat weet ik weet dat niet. Ik weet niet of dat van u is, maar dat is wel iets dat ik ken. Ik heb dat ooit eens gehoord. Dat doet mij ook denken... Misschien als afsluiter met een stomme mop, maar waarom niet? Ja. Dat is zo'n een Indianen opperhoofd met zijn zoon. Hè? En die zijn zoon zegt tegen hem, hè, zo father, why is my sister called running elk? En die zo, well, my son, when your sister was born, an elk ran by the tent, so I called her running elk. Ah, ja. And why is my brother called eagle flies over? En die zo, when your brother was born, an eagle flew over the tent. Ja. But tell me, two dogs fucking, why do you ask? Goh, mag ik ook nog een Engelse mop vertellen? We zijn vertrokken. Ja, dat is een antiracistische mop. Ik heb die, als ik met Koen Wouters in Zuid-Afrika was, al een zwarte mens verteld, die lag plat van het lachen. Er is zo'n Amerikaans vliegtuig, klassieke mop, overladen, we gaan neerstorten, en de piloot vraagt aan een vrijwilliger of dat er zou willen uitspringen, dan kan hij zo 350 man redden. Hè. But I'm going to ask questions by alphabetical way, so I really don't want to be racist. I'm going to ask questions by alphabetical way. First, are there some Afro-Americans in the plane? Met de A, Afro-Americans. Ja, geen bewegingen. Oké. Okay. Are there some black folks in the plane? Nee. Are there some colored people in the plane? Nee. Nog altijd geen beweging. Are there some dark-skinned people in the plane? Geen beweging. Are there ebony people? En gans van achteruit, de zwarte mens met zijn zoontje en die klein. Dad, they called also already 5 times. Why don't you say anything? Shut up! In this plane we are Zulus. Die zijn van Zuid-Afrika. Dat vond ik zo schoon dat die daarmee pareerde dat. Hè. Ja, maar die kunnen daar goed mee lachen, hè, met die soort moppen. In this plane we are Zulus. Wel eindigen met een mop, dat is misschien klassieker dan dat, kan het niet. Hè. Urbain, merci voor te komen. Graag gedaan. Het was fantastisch. Ik ben heel vereerd dat jij zo langsgekomen. Dat was het voor Welcome to the AA. Tot de volgende keer van mij en Andries. See you next time. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ik ben hier aan je voor de zon. Als het ergens over moet gaan, zijn de beste. Not the face. Glimmers of gum. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter